mensen, fans, mag ik wel zeggen. Misschien heb ik al wat oude fans, maar ook misschien fans nu, nieuwe. Maar dit is de ene laatste. En wat ik net gehoord heb, vind ik leuk. De volgende, de laatste dus. Daarna komt, er is een maandag. En die maandag is belangrijk voor mij. Dan word ik jarig. En om dat te vieren, mijn cadeautje te geven, mocht ik uitkiezen welke ik nog eens een keer wil uitgezonden hebben. En toen heb ik genomen de kus van de Rus. Ja, dat was hem. De kus van de Rus. Ja, het is allemaal zo. Het overkomt me opeens. Nou, ik heb het gehad over het motorische moment. En het motorische moment, dat is wanneer dus Karel tegen Miep zegt, pas op, Miep, nu komt het. Dat is dat je opeens gaat voelen, ja, nou zit daar een hoop krankzinnige situaties in. En dat moment, men is namelijk steeds, ja, ongeduldiger geworden, dat moet sneller komen. Dat is elke keer weer vervroegd. Dat mocht er nog een paar bladzijden zijn. En toen was ik onlangs in Engeland en een oude vriend van me opzoeken, die maakte veel, die schreef veel dingen voor de BBC en die had net weer een opdracht gekregen. En hij zegt, er is geen voorwaarde van hoeveel, wat en zo en hoe lang. Het enige is, niet te veel shitpages. En hij zegt, wat is dat? Nou, hij zegt, je weet dat wanneer zo'n hele serie begint, dan wordt er van tevoren wordt er uitgelegd van, ja, dan moet je gaan zien, aanstaande zo en zo en zo, zo, zo laat bij BBC 2. En dat is een nieuwe, even kijken. En als dan de mensen dan inderdaad zitten om te kijken en dat eerste, dat duurt te lang, dan zeggen ze, oh shit, en dan gaan ze naar een andere zender. En dat is wat de BBC dan niet wil. En nu dus, deze, nee schat, nu niet. Vanavond zien jullie een stuk weer van Ray Koen, die was mijn lijfschrijver, en hoe hij die eerste shitpages oploste. Hij werd beschouwd als de grootste kluchtschrijver van de wereld, onthoud. En in die tijd, het ging over, in mijn recensie was er een recensent van naam en faam en die betitelde Ray Koeny als geboefte. Nu kan ik er wel om lachen. Ik kan alleen maar zeggen, gelukkig zijn de tijden wel veranderd. Gelukkig mee. Fijn. Mijn naam is Mees. Hoe zeg je? Mees. Oh, Mees. Ja. Het is al betaald. Ja, dat is een beetje. Ja, ik weet het. Ja. Dank u wel. En veel plezier, hè, mevrouw. Dank u wel, dank u wel. Ja, die vrouw. Dank u. Ja, wacht u even, u krijgt er een klein bewijsje van. Het is een beetje doordoken. Oh, deze komt er ook bij, hetzelfde of een ander nummer? Zegt u? Of een ander nummer of hetzelfde? Ja, mag ik hetzelfde doen. Oh, ja, het wordt toch een gezellige avond. Gaat u gewoon zitten, dankjewel. Het is hier allemaal gratis, dus wel een kleine dingetje hinder dan maar niet, hoor. Gaat u wel. En hier kunnen ook nog een paar mensen zitten. Het is maar een vrolijke avond. Hamel is bij de receptie. Mevrouw wie? Mevrouw Hamel, voor die rookvos die we vermaakt hebben. Nee, juffer Trippa, nee, die zou vanmiddag pas om 2:30 worden afgehaald. Spijt haar vreselijk, maar ze heeft haast. Dat geloof ik graag, maar kijk, die zou ik eerst moeten opborstelen. En meneer en mevrouw Vlastman kunnen ieder ogenblik hier zijn voor deze net. Ja, om 12:15.
Dit is een van uw allermooiste creaties, meneer Blom. Oh, dank u wel, juffrouw Treffa. Maar die net moet verkocht worden. En verkopen is het werk van meneer Kleiburg. Ja, zegt u dat wel. Maar dan moet u natuurlijk wel komen opdagen. Oh, hij is toch zo weinig punctueel, hè? En nu zijn vrouw bij vakantie is, weet ik helemaal niet meer waar ik aan toe ben. En wat zal ik dan tegen mevrouw Hamel zeggen? U kunt beter zeggen dat ze heel eventjes moet wachten. Nou ja. Ja, laat haar maar boven komen, hoewel het toch niet mijn werk is. U weet hoe nerveus cliënten die altijd maken. Ik vind anders dat het u uitstekend afgaat, meneer Blom. Oh, dank u wel, juffrouw Treffa. Dat is erg vriendelijk van u. Ja, die mantel is dus nog niet klaar. En dat zal ik haar natuurlijk wel eventjes moeten uitleggen. Dat wel. Ja, meneer Blom. Goed, dan kan ik misschien beter deze mantel een eindje poetsen. Nee. Nee. Laat ik staan. Dan kan ik beter eventjes... Ik was een beetje in de war met die dag. Neem me die kwalijk. Geeft u mij die mantel maar. Neem me die kwalijk. En ik laat u wel roepen als meneer mevrouw Vlasman. Dank u wel, meneer Blom. Ben ik erg vervelend? Nou, om u de waarheid te zeggen. Een excuus hoor, maar mijn man trekt eerder het zeegat uit. Ja, wat trekt hij uit? Ze trekt eerder naar zee. Oh, ja. Oh, hij is klaar. Nou, nog niet helemaal hoor, mevrouw Hamel. Oh, hij is beeldschoon. Ja, dat wel, maar ik zal hem wel eventjes moeten opbarstelen, dat wel. Als u daar vanmorgen nog kans toe ziet, zou ik u erg dankbaar zijn. Ja. De gezagvoerder zou ik me nooit vergeven als ik niet naar de haven kwam om hem uit te wuiven. Oh, hij past zo helemaal bij mijn persoonlijkheid. Meneer Blom, u bent een genie. Ja, dank u wel, mevrouw Hamel. Alles wat u de laatste jaren voor me gedaan heeft, was allemaal even heerlijk. Goed, dat is dan afgesproken. Ik kom hem straks halen. Zo, dan ga ik opschieten, want we hebben geen parkeerplaats kunnen vinden. En de gezagvoerder kruist zomaar wat rond. Oh, daar heb je hem al. Waar, mevrouw Hamel? Hij gaat juist voor anker bij een bushalte. Cornelius! Cornelius! Zo doof als een Cornelius! Meneer Blom, kunt u even in de paskamer komen? Nee, vertrekken, dat kan het natuurlijk niet. Mevrouw Hamel, mevrouw Hamel! Cornelius! Straks komt er nog een bus! Oh god, daar heb je er alleen! Die jas is gewoon superb, meneer Blom. Ja, nou ga ik gewoon mijn man helpen. Deze regering is toch zo afschuwelijk uitgekookt, hè? Ze laten je blauw betalen aan belasting. En ze weten heel goed dat je niet zult protesteren, omdat je het veel te druk hebt met het zoeken naar die rotkwartjes. Ja, daar hebt u wel enigszins gelijk in, hoor, mevrouw Hamel. Je vertrekt maar eventjes heel snel. Deze man, deze roodvos, die moet om 1 uur klaar zijn. Wilt u daar een aantekening van maken, je vertrekt maar? Ja, meneer Blom. Uitstekend. En die mensen van 12:15, die zijn er nog niet? Nog niet, het is pas 11:55. Goed, dan kan ik deze pop hier eventjes in het magazijn... Je voortrippen worden daaraan nooit eens een klein beetje behoorlijk opgeruimd. Ik zal zorgen dat het vanmiddag nog gebeurt, meneer Blom. Kunt u intussen even de drukproeven voor de najaarscollectie controleren? En graag beneden even helpen met passen. Je voortrippen, maar ik kan toch niet heksen? Dat moet u kunnen begrijpen, dat kan ik niet tegen. Dan word ik zo nerveus. Juffrouw Tripma, ja, waar zit je? Ik ben hier, meneer Kleiburg. Aha, goedemorgen, juffrouw Tripma. Hoe gaat het? Nou, om u te... Uitstekend met mij ook. Hoe laat is het? Fijn, en bedankt, juffrouw Tripma. En niet blijven rondklummen, alsjeblieft, hè? Hé, heb je daar? De drukproeven voor de najaarscollectie. Ah, goedgekeurd. Volgende punt van de agenda. En meneer en mevrouw Vlasman komen om 11:45. Uitstekend, juffrouw Tripma. Laat ze binnen zodra ze er zijn. Ja, intussen zet ik de champagne even koud. Ja, een behoorlijke zaak kan daar tegenwoordig niet meer buiten. Een heerlijk stout product van de Veuve Richaud Blond Pardin. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Ach ja, wat maken de paar flesjes champagne uit, nietwaar? Als je een nerts van 30.000 piek aan de man gaat brengen. Nee, liever de vrouw. Nee, de man. Het is namelijk zo, de zaak verkoopt hem, maar door een hele vreemde samenloop van omstandigheden ben ik de koper. Ja, niet voor mezelf natuurlijk, maar voor mijn vriendin. Ja, nu zult u zich natuurlijk afvragen wat ik een sinds 12 jaar gelukkig getrouwd man met een vriendin moet. Ja, dat is een zeer intelligente vraag. Een vraag die ik mezelf ook al vaak gesteld heb de laatste 12 jaar. Oh, met mijn geen uitzondering.
Nee, de statistieken bewijzen het. 98% van de mannen dat zijn geboren vreemdgangers. En de andere 2% geboren leugenaars. Ja. Maar, zoals ik al zei, ik koop deze jas en wel voor Molly Vlasman. Een exotische schoonheid van 28 prille lentes met een allesbehalve prille boezem. Wel zat het met één probleem, namelijk de man van Molly. Molly en ik waren van mening dat hij misschien wel eens een ietsje pietsie achterdochter zou kunnen worden wanneer ze thuis zou komen met een nets van 30.000 pietenmannen. Ja, dat zou toch kunnen, nietwaar? Dus heb ik een oneindig subtiel en grandioos plan bedacht. Hier zijn 27.000 gulden die ik zojuist van mijn privérekening heb gehaald. Kijk, wanneer meneer Vlasman hier binnenkomt, dan krijgt hij deze schitterende nets aangeboden voor 3.000 gulden. Begrijpt u hoe het zit? Dat is uitgekookt, nietwaar? Nou ja, de zaak die krijgt zijn 30.000 pegels. Meneer Vlasman zijn spotkoopje. Molly haar nets. En ik krijg... Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Oh, goedemiddag, meneer Kleiberg. Ik ben blij dat ik u zie. Waar hebt u nou toch de hele morgen gezeten? In bad, bij de bank en bij de slijter. Zeg, druk geweest, Blom. Ik ben druk geweest. Ik heb niets anders gedaan. Uitstekend, Blom. Hou zo. Zeg, heb je deze al opgeborsteld? Nee, meneer Kleiberg, maar hoe vaak heb ik u niet gevraagd niet zo ruw met een bond om te springen? Ja, binnen. Ja, wat is hier, vrouw? Oh, meneer Kleiberg. Kan ik nog even koffie drinken voor die afspraak om 11:45? Nee, maar wil je in plaats daarvan misschien een glaasje champagne? Dank u wel, meneer Kleiberg, en dank u wel voor wagen voort. Even hier komen staan als je wilt. Dank u. Oh, het is toch zo'n spelbreker die daar, hè? Hey, moet je hem nou zien hannissen? Dat is mijn compagnon. 10 jaar werken we nu al samen. 10 saaie geestdodende jaren. Oh, dat is zoiets fantastisch. Ja, nu nog eventjes de voorkant een beurt. Ja. Goed zo, Ballon. Goed. Dit bedoelt u? Oh nee, je dreigt even grappig te worden. Ik grappig? Oh, wat leuk. Alsjeblieft. 10 jaar. Oh, dit is werkelijk zoiets fantastisch, hè. Wilt u nou nog iets eventjes voelen, meneer Kleiber? Oh, ja, graag zelfs, Blom. Dat is zoiets... Ja. Dank u wel, meneer Kleiberg, en dank u wel, van Wagenvoort. Ik laat u wel roepen als meneer mevrouw Vlasman maar zijn. Ja, en misschien nog wel even. Maar, meneer Kleiberg, hoe durft u uw vrouw er niet is? Wat, als mijn vrouw er wel is, is er veel meer durf voor nodig? Uw vrouw zou in en in verdrietig zijn als zij wist wat ik weet. Ah, maar kom nou, Blom. Trouwens, hoe staat het met jou en juffrouw Tripma? Juffrouw Tripma? Dorothee. Dorothee? Ik heb haar nog nooit met die naam aangesproken. Al die jaren dat ze hier werkt, heb ik me werkelijk voorbeeldig ten opzichte van haar gedragen. Maar kom op, Blom, je wil me toch niet vertellen dat ze je niet interesseert? Oh, nee, zo zou ik het niet willen uitdrukken, maar kijk... Ja, wat mijn gevoelens jegens haar ook mogen zijn, deze natuurlijk nooit de efficiency van onze zaken gevaar mogen brengen. Dat natuurlijk nooit. Nee, Kleiber, ik bedoel dit. Al zouden juffrouw Tripma en ik hier bijvoorbeeld in dit magazijn een hele nacht opgesloten zitten met een, nou ja, met een krat champagne, dan nog zou ze de volgende morgen onbevlekt naar het schuim tevoorschijn treden. Rekent u maar, hoor. Ja, en het rot is dat dit nog meent ook. Uw vrouw zou zich wild schrikken als ze wist wat de werkelijke reden was van de snelle wisseling van de mannequins. Ach, kom nou, Blom. Houd toch op over mijn vrouw. En mijn vrouw is op vakantie op Mallorca. De zon schijnt, de zaak loopt beter dan ooit. En straks ga jij je eerste nets verkopen. Wat hoor ik nu, meneer Kleiber? Ik een nets verkopen, nee toch? Jazeker, je mooiste creatie daar. Ja, maar... Verkopen is toch uw afdeling? En bovendien, u hebt toch met meneer Vlasman onderhandeld? Nee, Blom, ik heb meneer Vlasman nog nooit gezien. En dus meneer Vlasman heeft deze mantel ook nog nooit gezien? Ja, precies. En mevrouw Vlasman? Ja, nee, die heeft de mantel wel gezien. Oh, ja, oh, ja, nu, nou, ja, begrijp u. Ja, uw tactiek is natuurlijk eerst mevrouw Vlasman goed plat te krijgen. Ja. Hij wordt warm. En meneer Vlasman weet natuurlijk nog van niks. Nou, laat hem dat hopen. Ja, maar ik begrijp toch niet waarom u die mantel die verkoopt. Oh, te vroeg gejuicht. Arnold, ja. Mijn beste brave Arnold. Ja. Mijn beste brave, oude, trouwe vriend van me. Hè? Ja, dat... Gaat er dan helemaal niets dagen in die verlaten woestijn daar? Je bedoelt hier? Ja? Nee. Nou, dat zou wel eens heel lang kunnen gaan duren. Arnold, zei ik daarnet niet dat ik toenaringspogingen aan het doen was? Ja. Juist. Ja. En toen jij vroeg of meneer Vlasman van iets afwist, antwoordde ik, laten we dat hopen. Ja. Ja. Nou, word je dan helemaal niks duidelijk? Oh, ik zie het aan jou.
Hebt u een verhouding met onderhavige dame? Oh. Wat is die snel van begrip? Ja, maar dat is toch walgelijk, meneer Kleinburg? Nee, dat is verrukkelijk, meneer Blom. En deze verrukkelijke mevrouw Vlasman, die naar de wijdse naam van Molly luistert, verdient die schitterende mantel die ik haar ga geven ten volle. Geven? Ja, nee, u bedoelt natuurlijk verkopen. Nou, even geduld alstublieft, we zullen met het begin moeten beginnen. Zeg, Arnold, toen ik onlangs in een Parijse nachtclub was... Wanneer was u in Parijs? Nou, dat was vorige maand, toen ik op die bondveiling in Stockholm was. Oh ja, dat herinner ik me. Hé, wat? Nee, maar wat deed... Nee, sterker nog, wat deed u in Parijs in een nachtclub? Wel, kijk, Arnold, alle musea waren gesloten. En daar ik behoefte had aan wat kunstzinnige prikkels, ben ik naar het Lido gegaan. Het Lido? Maar dat is toch zo'n tent waar die jonge dames... Kan, hè? Ja, dat doen ze daar inderdaad, ja. En daar rustte mijn blik voor het eerst op Molly Vlasman. Daar heb ik haar zien dansen in haar volle schoonheid. Ze is toch geen naaktdanseres? Jazeker, ze beoefent de kunst van het strippen. Pot voor drie wimpjes, hè. En deze jonge dame is getrouwd met Molly Vlasman. Ah, precies. En aan deze jonge dame gaat u dus die man te geven? Stapje voorwaarts. Maar luister, als u gaat dus die man te geven, dat zegt u, maar straks komt haar man hier om die mantel te ruilen. Ik snap daar niks van. Het is net ganzenborden, terug in de put. Zeg, Arnold, om persoonlijke redenen wil ik Molly Vlasman verwennen met die nets van 30.000 gulden. Kijk, maar wanneer meneer Vlasman hier binnenkomt, dan krijgt hij die unieke creatie aangeboden voor 3.000 gulden. Nou, dan hapt u toch meteen toe. 3.000? Arnold, hier zijn 27.000 gulden die ik zojuist van mijn privérekening heb gehaald. Nou, succes met de verkoop. Nee, schandelijk, meneer Kleiber. Daar is dus niets anders dan een betaling aan mevrouw Vlasman voor bewezen diensten. Maar er is nog helemaal niks bewezen. Nee, daarom moet ik dat rodding juist kopen. Ik bedoel dat u nog niet heeft Nee, we hebben nog niet geut, nee. Nee, ze is zich keurig gedragen. Maar het wordt vanavond wel anders. Vanavond? Ja, zeker. Ze heeft tegen de man gezegd dat ze moet optreden in Parijs en mijn vrouw wist er niet. Ja, maar u gaat die onderhavige dame toch niet meenemen hier naar uw flat? Maar waar anders? Pot voor drie wimpjes, zeg. Nee, maar Blom, ik heb het prima voor mekaar. Haar koffertje staat er al, weelderige boeketten in alle kamers en een keurig cadeautje op bed uitgespreid. Een cadeautje? En wat is dat? Een beeldschoon negligé. Meneer Kleinburg, u bent toch eigenlijk... Een geluksvogel, Blom, dat is het juiste woord. Nou, ik kan ook geen geluk... Moment, graag. Zijn ze... Nee. Ja, Kleinburg. Zijn ze daar? Nee, ik moet... Nee, laat ze nog een ogenblikje wachten. Uitstekend. En bedankt. Nee. Arnold, ja. Werp je in de strijd. Nee, ik blijf er gewoon mee te doen aan zulk immoreel gedoe. Ik moet steeds maar aan uw vrouw denken. Zeg, willen we eens een beetje beheersen? Ja, maar ik moet steeds maar aan uw vrouw denken. U behandelt iedereen wel even schandelijk. Ach, kom zeg, wat zul je nou toch? Vooral die arme meneer Vlasman. Niet alleen dat u hem zijn vrouw probeert af te troggelen, u laat hem ook nog 3.000 gulden bijdragen in de kosten. Ja, nou is het... Ja. Ja, hij kan ze mooi alles verdraaien. Zeg maar, ik bewijs meneer Vlasman juist een dienst. Zijn vrouw die zal dat door heel die buurt benijd worden. Nou, vrouw, hier, doe je best. Nee. Mijn moeder zei altijd, wie bij pek omgaat, die wordt erbij besmeurd. Als dat kom op, pak hem aan. Nee. Kom, Vlasman, nee. Ik lief. Ik kom op de vertrek. Neem me niet kwalijk, meneer Kleinburg. Je vertrek maar. Wie, wat, waar, daar. Pardon? Ja, wat is er, juffrouw Tripma? Ja, kom, sta er niet naar Blom te staren, alsof hij de laatste is van een uitstervend ras. En Blom, ja, sta er niet alsof je er een bent. Ja, meneer Vlasman wordt ongeduldig. En nou, ik ook. Zal ik ze binnenlaten? Ja! Nee, maar vraag of ze nog eventjes zouden kunnen wachten. Ik heb begrepen dat meneer Vlasman haast heeft. En maar laat ze dan binnen, dom vrouwtje. Uitstekend, meneer Kleiburg. Prima. Nou, Arnold, kerel, doe je best. Ik ben in het magazijn. Nee, maar dit gaat fout. Ik voel het. Zeg maar, als je een nerds van 30.000 gulden niet voor 3.000 kunt verkopen, dan moet je toch een levensgrote lummel zijn. Ja. Oh, nee. Nee, ik durf meneer Vlasman niet onder de ogen te komen met alles wat ik weet. Maar hoe dacht je dat ik me voelde? Trouw. Nee. Meneer Blom, ja? Waar is meneer Kleinburg? Nou, die gaat juist... Ja, een beetje vreemd. Blom? Nee, meneer Kleinburg. Meneer Kleinburg, wacht. Hoe lang moet ik nog wachten? Het spijt me vreselijk, meneer, maar er schijnt een... Waar is iedereen? Ze schenen een tikkeltje onwel te zijn. Meneer Kleinburg of zijn compagnon? Ja, allebei geloof ik. Allebei?
Maar er is toch wel iemand die ons kan helpen? Oh, normaal gesproken zou mevrouw Kleiburg hier zijn, maar zij is op vakantie. Oh ja, wat heerlijk voor haar. Nou, laat ons dan die nerds maar eens zien waar mijn vrouw het over had. Ik weet niet precies waar die is. Dan gaat u hem dan zoeken? Ik heb nog een afspraak. Ja. Gaat u zitten. Dank u. Heeft u een ogenblikje, meneer Blom of Klein? Wat is hier aan de hand? Niet zo geduldig, schat. We hebben geen haast. Jawel, ik moet straks naar kantoor en jij vliegt zo naar Parijs. Oh ja, dat is waar, Parijs. Zo'n eenmalig optreden van je vind ik uitstekend, maar dan maar graag wat dichter bij huis. Ja, het is showbusiness. Was het wat later in de week geweest, dan zou ik met je meegegaan zijn. Het is jammer. Onze organisatie gaat daar namelijk een nieuwe zaak openen. Ah! Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit Kleiburg en Blom? Ja, zeker. Uitstekend. Als u mijn vrouw ziet, wilt u dan tegen haar zeggen dat ik dubbel geparkeerd sta en dat ze hier moet blijven wachten tot ik het anker gedropt heb? Ach, dat mens is een verdorie met het kleigeld vandoor. Hoort, kapitein Ham. Nou, neemt u mij niet kwalijk, ik sta dubbel geparkeerd. Ik moet kwartjes te pakken zien te krijgen. Een ogenblikje nog, meneer Vlasman. Wie laat ons nou die nerds zien? Daarover schijnt een klein meningsverschil te bestaan. Wilt u ze dan vragen dat snel op te lossen? Nee, meneer Kleiburg, meneer Kleiburg. Meneer Blom. Ja, die is op slot. Ja, inderdaad op slot. Ontegenzeggelijk is die op slot. Maar je kunt tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn. Wilt u daar een aantekening van maken, juffer Tripma? Deur gesloten om, kijk u maar, 12:20 hier. Ik had een afspraak om 12:15 en ik ben niet gewend om te wachten. Nou, nee, neemt u me niet kwalijk, maar als u nou morgen terugkomt, dan hoeft u helemaal niet te wachten. Meneer en mevrouw Vlasman willen de mantel zien. Kan Kleiburg zelf niet komen? Nee, ik geloof van niet. Jij zou wel graag willen, maar hij is er werkelijk niets in staat. Wat ontzettend vervelend, nou. Want meneer Kleiburg juist zo aardig. Houden om iets gedaan te krijgen. Ja, dat is hij inderdaad, ja. Oh, dus u bent niet de man die met mijn vrouw... Nee, nooit! Ik ben niet doof, meneer... Arno Blom, wilt u daar een aantekening van maken dat ik Arno Blom ben? Arno met een A en Blom met een O. Op het eind. Is er iets, meneer Blom? Nee. Wat jammer dat meneer Kleiburger niet is. Ja. Maar meneer Blom zal ons natuurlijk ook willen helpen. Ja, natuurlijk, hoewel ik zeker weet dat meneer Kleiburger u liever zelf had genomen. Cornelius! Neemt u me niet kwalijk. Juffrouw Tripma, heeft u de gezagvoerder soms gezien? Ik heb hem niet gesproken. Oh, wat vervelend nou. Nu heeft de portier een parkeerplaats voor ons gevonden, heeft hij natuurlijk weer losgegooid. Oh, er was daarnet iemand die naar kwartjes zocht. Oh, dat is hij. Dat is hij. Dan is hij met de lift naar beneden gegaan en ik ben via de trap naar boven gekomen. Goed voor het buikje. Oh, meneer Blom, mocht u de gezagvoerder zien, wilt u me alsjeblieft voor me vasthouden? Die man kan me toch zo verschrikkelijk kwaad maken, hè? Luistert u eens, meneer... Blom. Ja, Blom. Arno Blom. Arno met een A en Blom met een O. Ja. Laat ons nou die nerds maar eens zien. Oh ja, de nerds, ja. Waar is die? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Is dit hem niet, meneer Blom? He? Ach nee, kijk, Warempel, wat zeg je me toch daarvan? Oh, Piet, schat, de bout. Is dit niet het allermooiste wat je ooit gezien hebt? Gemaakt door meneer Blom. Ja. Ach, u wilt ontwerpen? Ja, ik maak het bont. Nee. Dory, ik sta hier gewoon meteen te verdoen. Ik zal onze mannen Ken vragen even voor u te showen. Nee, niet nodig. Trek jij maar aan, Molly. Nee, ik wil hem zelf kunnen zien. Nou, wilt u dan even? Ik heb niet het postuur van uw vrouw. Nee, ja, iemand moet hem toch aantrekken? Nou, wilt u of zal ik? Ja, ik zal juffrouw Wagenvoort wel even vragen. Laat maar! Aantrekken graag. Geeft u mij maar juffrouw Tripma, dank u. Zo, oh, dank u vriendelijk, erg vriendelijk van u, mevrouw Blasman. Oh, lieve schat, is de kleur niet schitterend? Hij zal wel warm zijn. Goddelijk. Ach ja, ik weet het niet.
Nee, wat weet u niet? Durft u daar te staan kijken naar deze werkelijk unieke creatie en daarop te twijfelen? Terwijl gewoon toch haartje voor haartje gewoon toeschreven hoe fantastisch die wel is. Ik zei alleen maar, ik weet het niet. Laat ik u dan vertellen, meneer Vlasman, dat ik persoonlijk ieder huidje van deze mantra heb uitgezocht. Uitgezocht heb op kleur, grootte, inplanting. Hoor eens, mijn tijd is kostbaar. Ik moet terug naar kantoor. Wilt u een taxi voor me bellen? Zeker, meneer. Juffrouw Trippa, de mantel. Ach ja, natuurlijk. Zo, dank u. Nou, trek ik hem aan. Zo. Neemt u hem niet kwalijk. Maar deze mantel staat u natuurlijk nog veel en veel mooier, mevrouw Vlasman. Ja, denkt u? Oh, zeker, ja. En voor 3000 gulden is het werkelijk een fantastisch koopje. Nou, dat is al het juiste woord. Een fantastisch koopje. Weet u wel, meneer Vlasman, dat ieder huidje voor deze mantel afkomstig is van één bepaalde soort vrouwtjesnets. En die wordt alleen maar gekweekt op één bepaalde vierkante kilometer in het noorden van Canada. Ja, kortom, dat is een van de kostbaarste mantels die we in huis hebben, hè? En waarom kost die dan maar 3000 gulden? Ja. Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. En die zoeken we op. Ja, dat is een beetje een moeilijk uit te leggen aan een leek, hè? Nou, ik weet wel iets van bont. Oh ja, weet u iets van het vak af? En u, mevrouw, zit u ook in het vak? Oh, pardon. Vooruit, hoeveel kost het? Ja, pardon, 3000. En geen cent minder. En mocht het wat te duur voor je zijn, ik heb ook nog een leuke mol voor u. Hè? Oh, laat hem eens hemelsnaam gaan. Zeg niet dat ik haar weer ben misgelopen. Ze heeft de trap genomen. De portier had een parkeerplaatsje voor u gevonden. Ja, daar heb ik nou toch niks meer aan. Nou ja, zeg maar tegen haar dat ik in de kroeg om de hoek zit. Uitstekend. Moet ik ook zeggen waarom? Huh? Ja, ze hebben verdomme mijn auto weggesleept. Ach, wat een verzokken. Nou, vooruit, wij gaan ook. Ja, maar Piet, schatje van me, de net. Ik heb er de balen van. Pietje had het beloofd. Ik heb niks beloofd. Maar meneer Vlasman, misschien bent u dan geïnteresseerd in een van onze andere creationen. Ik heb bizam, roodvals, taxi. Oh, gelukkig, ik heb er genoeg van. Ja, maar Pietje heeft de net niet gekocht. Dat doe ik ook niet. Zie je straks. Meneer Vlasman, wilt u dan misschien mijn molletje zien? Dat heb je schitterend gedaan, schatje. Jij grote blunderende blom, wat heb je in godsnaam gedaan? Ik blunderen? Niets? Wat? Niets? Maar je hebt alles verpest. Nee, ik heb echt mijn best gedaan hoor, meneer Kleiber. Wat je best gedaan? Mijn fiere schoonheid. Wat moet ik zeggen? Ik ben ontroostbaar, wanhopig. Ach, zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Ah, nee, maar lieve schat, het is gewoon weg een ramp. Een blom die heeft de zaak aangepakt als een onhandige kleuter. Nee, knuffeltje. Dit had iedereen kunnen gebeuren. Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik het wel gemakkelijk opvat. Oh, wind je niet zo op, Rinus. Hij heeft zijn best gedaan. Oh, wat ben je toch een lief engeltje vol begrip, hè? Vinkje. Zeg, blom. Heb je ooit zo'n lief engeltje vol begrip meegemaakt? Oh ja, nou om u de waarheid te vertellen, toen ik vroeger bij de padvinderij was als welpje, hadden we een akela en dan zaten we rond het kampvuur. Ja, blom, laat maar zitten. Schatje, dan kunt u beter naar huis gaan en ik beloof je dat voor vanavond alles is rechtgezet. Goed, schat. Nee, niet waar blom bij je. Dag, lief. Dag, Arnie. Oh, moment, engeltje. Je vergeet wat, de mantel. Nee hoor, dag. Maar schatje, hij prijkt nog steeds om je welgevormde schoudertjes. Weet jij er een betere plaats voor? Nou, ik denk dat meneer Kleiber bedoelt dat u onder deze omstandigheden. Rinus heeft de jas beloofd. Jawel, jawel, maar kijk, de soep wordt nooit zo heet gegeten als je opgediend wordt. Hè? Ja, bom, houd je hoofd. Maar schatje, je moet toch zelf inzien dat de situatie onder deze ramp geleden heeft? Je hebt me de jas beloofd, Rinus. Dan zal ik hem hebben ook. Maar gebruik toch je verstand, liefje. Nou, dat klonk al erg verstandig, hoor, meneer Kleiburger. Ja, bom, ga zitten. Ja, maar nee, af. Ja, af. Ik begin. Af. Af. Ja, zo is die braaf. Schatje, je moet toch zelf inzien dat het onmogelijk is geworden om met die nerds naar huis te gaan? Waarom? Ik loop gewoon die deur uit. Ja, maar lieve schat, wat zeg je dan tegen je man? Ha, die Piet. Kijk eens wat ik van Rinus gekregen heb. Ja, zeg, wacht eens even. Wacht eens even. Als jij tegen je man zegt dat je van mij gekregen hebt, dat denkt hij. Maar dan weet hij dat wij samen... Ja, blom, zeg dan ook eens wat. Woef. Thank you.
Schatje, schatje, heb je zelf niet gezegd dat je Piet's gevoelens niet wil kwetsen? Dat was voordat ik wist hoe gierig hij was. Hoeveel wilde mijn eigen Rini-Wini voor deze jas neertellen? Oh, 27.000 gulden. Ja, exact. En dat alleen maar voor een vage belofte in de verre toekomst. Oh, nee, maar lieve schat, zo zou ik het niet willen stellen. Terwijl Piet niet eens 3.000 wilde betalen. Ja, voor een vaste prik iedere avond. Is het misschien verstandiger als ik wegga? Ja, dat lijkt me een uitstekend idee, Blom. Dag, schat. Dag, Arnie. Stop, schatje. Je gaat niet weg met die jas. En dan ook niet zonder, schat. Liefje, je komt het gebouw niet uit. Goed, als jij dat zegt, ik blijf met genoegen. Met genoegen. Molly, alsjeblieft, hè. Trek die jas uit, want ik laat niet met mijn zolen. Ik blijf hier totdat ik mijn zin krijg. Nou, dat zal je niet helpen. Denk je? Oh, nee. Als die klanten binnenkomen, die zullen niet zoeken achter het feit dat er een mooi vrouwtje op de bank zit. Oh, dag mevrouw. Oh, nou, dat vind ik verstandig van u, mevrouw Vlasman. Hartelijke dank. En als je het niet erg vindt dat er niet tegen je wordt gesproken, dan kun je zo lang blijven als je wilt. Ik boer tot dat soort mannen dat niet bezwijkt voor vrouwelijke chantage. In een afwisselend, dat mag wel zeggen, niet oninteressant leven, hebben zeer veel vrouwen geprobeerd Rinus Kleiburg een oor aan te naaien. Maar ik zeg met trots dat het tot op heden iemand is gelukt. Ja, dat is... Arnold, ik weet het misschien een beetje hard. Juffrouw Tripma, ja, een beetje tempo, alsjeblieft. Ja, laat dat daar los! Juffrouw Tripma. Ah, juffrouw Tripma, bent u er eindelijk? Zo. Zeg, juffrouw Tripma, is er misschien nog iets dat mijn speciale aandacht nodig heeft? Ja, daar! Nee, zeg. Een kort briefje, dat lijkt me wel voldoende. Ja. Nou, noteer maar. Zeer geachte mevrouw Hoogheuvel. Kwestie! Juffrouw Tripma. Ik was opeens verbroken. Verbroken? Wat bedoel je? De brief aan mevrouw Hoogheuvel. Ja, dan maak dan open. Nee, u was met haar bezig. Ze met een vrouw van 80, kom smeren, Frippon. Maar is dat alles wat ik schrijven moet? Wat? Zeer geachte mevrouw Hoogheuvel krijgt de hik. Hik? Ja, is kort en tevens krachtig. In mijn gevoel een beetje te. Ja, noteer nu maar. We spaart trouwens een hele hoop papier. Zo. Mooi. Ik zal alles door de vingers zien als je gewoon heel lief naar huis toe gaat. Ja, ja die kant op, mevrouw. Toon dat je een hart in je lijf hebt. Ja, alsjeblieft, mevrouw, toon wat.
standvastigheid. Paniek? Nee, helemaal niet. Pure doodsangst. Mooi, alsjeblieft. Ik zal je kleren gaan halen en dan zoals Joost van den Vondel het zei, kleertjes aan en naar huis gegaan. Joost van den Vondel, nee hoor. Nee. Wat nee hoor? Nee, heeft Joost van den Vondel nog nooit gezegd? Dat weet ik en ik ken hem van achter naar voren. Ja, maar natuurlijk, dat zeggen alle mannen toch op zijn tijd. Heb ik toch nooit gezegd? Ja, niet tegenspreken, maar doe iets! Ja, doe wat. Haal van die bank af. Bloem, zitten. Ja, zitten. Zo, als die proef kwam. Ja, wat is er, juffrouw Tripma? De portier. Ja, wat is er mee? Ik belde op van beneden. Zo, interessant. Ik ben blij dat je me dat komt vertellen. Hij heeft zojuist dameskleren naar beneden zien vallen. Nou ja, als voor een man die de hele dag alleen maar vieze boekjes leest, toch een prettige afwisseling. Hij dacht dat ze hier vandaan kwamen. Een jurk, een hoed en een paar handschoenen. Maar geen ondergoed. Ondergoed? Nee, dat valt altijd wat langzamer, hè, zo. Ja, ben je klaar, Blom? Mooi zo. Zeg, juffrouw Tripma, laat maar boven komen. Staat zo slordig. Dat gaat niet. Ja, waarom gaat dat niet? Ze zijn boven op bus 5 gevallen, die net wegreed. Hallo. Ja, portier. Ja, dank u. Het ondergoed is ook geland. Het is niet te geloven. En hij weet zeker dat het hier vandaan kwam. Ach, kom nou, zeg, dat is toch belachelijk. Waar of niet, Blom? Ja, dat is belachelijk. Ja. Juffrouw Tripma, laat toch maar boven komen. Misschien past het een van ons wel. Onmogelijk. Oh, jawel, we kunnen het altijd een stukje uitleggen. Ik bedoel onmogelijk, omdat ze aan de grote wijze van onze klok hangen. Nou, dat is een slechte reclame, juffrouw Tripma. Haal het ogenblikkelijk vanaf. Ben je al van gedachten veranderd, Rinus? Oh, nee. Nooit. Boom, ja. Zitten. Oh, ja. Oh ja. Nee. Ja, je trippelt hier ook in en uit als een dolgedraaide koeksklok. Ik wilde mevrouw alleen maar even verwittigen dat haar man er weer is. Oh, gelukkig. Dit is afschuwelijk. Afschuwelijk? Ja. Heb je nu je zin? Vooruit, jij gaat eens kijken. Ja, daar. Het magazijn, rechts. Nee, zo. En Arnold. Nee. Kerel, doe je best. Ik weiger vierkant, ik wil hier niets mee te maken hebben. Juffrouw Tripma, mag ik u verzoeken mij een handje te helpen in deze nooddruftige tijden? Meneer Kleiper, u hebt niet het recht juffrouw Tripma te betrekken in uw erotische uitspattingen. Dat maken wij wel uit, Blom. Juffrouw Tripma, mag ik u betrekken in mijn erotische uitspattingen? Nou, tot op zekere hoogte. Onthoud je dat, Blom? Juffrouw Tripma, laat me de Vlasman boven komen. Hoe zit het met mijn ondergoed? Ach, ja natuurlijk. Laat dat ook gelijk boven. Maar jij moet... Maar u gaat zich niet nemen, die kleine gast, alsjeblieft. Laat me niet nemen. Hoe lang moet ik nog? Ja, die is op slot. Inderdaad, op slot. Ontegenzeggelijk is die op slot. Wilt u daar een aantekening van maken, juffrouw Tripma? Deur nog steeds gesloten om 12:28. Is mijn vrouw weg? Ja, oh ja, al lang. Helemaal. Wanneer ging ze voor het laatst weg, juffrouw Tripma? Ik dacht dat ze gelijk met u was weggegaan. Ja, toen ze wegging was ze even gelijk als toen ze kwam, dat wel. Wat? Ja, en daar hebben we een aantekening van gemaakt, juffrouw Tripma. Wilt u me excuseren, meneer Bloem? Ik ga even iets aan het andere doen. Je blijft u toch alsjeblieft hier. Maar ik moet die kwestie van die klok nog regelen. Welke klok? Die dingetjes die aan de grote wijze bungelen. Nee, laat maar. Het is zo 12:30 en dan vallen ze er vanzelf van af. Ja! Ik heb geen tijd gehad om hem op te borsten. Nee. Heeft u de gezagvoerder soms gezien? Ja, alles is in orde. De politie heeft hem naar de kroeg op de hoek gesleept. De kroeg? Ja, hij schijnt ergens iets gedaan te hebben waar hij het niet mocht doen, geloof ik. Oh, nee. Cornelius! Cornelius! Nou, meneer Bloem, ik heb geen tijd om nog langer rond te lummelen. Oh, en 3 trappen af en een rechtdoor. Vooruit, ter zake. Ter zake? De nechts. De nechts? Niets anders? Nee. Oh ja. Ja, de bondmantel. De bondmantel en niets dan de bondmantel. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik wil hem toch wel hebben. Oh, wat doet me dat een innig plezier. Meneer Vlasman, ik zal hem eventjes voor u halen, want hij is op het ogenblik eventjes hier. Oh ja. Zo, u bent dus van gedachten veranderd, hè? Meneer Vlasman? Ah. U wilt die mantel dus toch kopen, hè, meneer Vlasman? Ja. U krijgt die
de prompte bediening te jaast neemt. Ja, ja, en mag ik u voorstellen aan onze zakelijk directeur, dat is meneer Kleiburg. Ja. Ach, hoe maakt u het? Ja, meneer Kleiburg, mijn vrouw heeft u al ontmoet, geloof ik. Inderdaad, ja. Maar ik heb nog niet het genoegen gehad. Nee, ik ook nog niet. 3000 was de prijs, zei u? Inderdaad, mijn beste meneer Flasman. Ik heb nooit geweten dat het verkopen van een jas voor jullie zoveel betekende. Ja, 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 we hebben een hele grote binding met onze klanten. Ja, de ene nog weer meer dan de ander. Nou, 3000 en wel graag een kwitantie. Ja, voor het volle bedrag hoor, meneer Flasman. Neem niet kwalijk, meneer Kleiburg. Ah, juffrouw Trippa. En, heb je die dingetjes van de grote wijzer gehaald? Nog niet, helaas. Zo, maar waarom niet? Door een windvlaag zijn ze op het dak van een passerende taxi terechtgekomen. Maar ik heb de boutique hier verderop gebeld en die zullen het nodige sturen. Ah, dat is uitstekend werk, juffrouw Trippa. Laat gelijk boven komen. Er is nog iets, meneer Kleiburg. Ja? En zeker een mevrouw Van Dam staat te wachten. Wat, een mevrouw Van Dam? Oh ja, dat is mijn secretaresse. Laat hem maar binnen. Deze kant op, alsjeblieft, mevrouw Van Dam. Ik moest u toch hier komen halen, hè, meneer Flasman? Ja, dat klopt. Kijk maar eens of dit de juiste maat is, schat. Oh. Oh. Dat is Gods hand en daar mag je niet in kriebelen. Oh, wat is hij prachtig, meneer Flasman. Oh, dat had u nou niet moeten doen. Nee, dat had u niet moeten doen. Dus je vindt hem mooi? Het einde, meneer Flasman. Ik weet niet hoe ik u moet bedanken. Als ze heel lang nadenkt, dan vindt ze misschien wel wat. Een cadeautje, omdat je zo'n schat bent. Ja, dat loont tegenwoordig wel, hè, een schatje te zijn. Zeg, heb je nog meer van die interessante opmerkingen? Ja, dit is vast de eerste keer dat iemand 27.000 gulden uitgeeft voor de maîtresse van een ander. Zeg, Blom. Ja. Blom, hij gaat niet weg met die jas. Blom, ja. Champagne. Ja, champagne. Oh, champagne. Nee, we hebben haast. Oh, voor champagne doe ik alles, hoor. Een vluggetje dan. En hier zijn nu 3000 piek. Oh, zeg, meneer Flasman, nu het er toch over hebben. Wat zou u zeggen als ik u vertelde dat ik een pieterpeuterig foutje had gemaakt? Hè? Stel dat ik had gezegd dat die nerds 3000 is. Nou, dat heeft u toch gezegd? Oh ja? Ja. Nou, kijk, dat zou dat pieterpeuterige foutje kunnen zijn. Stel dat ik een nul vergeten was, wat zou u dan zeggen? Ik begrijp niet wat u bedoelt. U begrijpt niet? Die vind ik heel leuk. Oh, ik word niet goed. Alsjeblieft, meneer Kleiburg. Bedankt, Blom. Neem er zelf ook een. Nee. Normaal drink ik niet. Nee, meestal op 4 boteren van een schoteltje. Nou. Op onze gezondheid, hè, waar. En dat onze ouders rake kinderen mogen krijgen. Zeg, meneer Flasman. Meneer Flasman, ik zou uw aandacht willen vestigen op een klein kleinigheidje. Een onbenulligheidje. Nul. Nulligheidje. Hoe verzin ik het? Ik begrijp niet waar u het over heeft. Hier zijn nu 3000 gulden en bedankt voor de slok. En meneer Flasman. Als ik u eens vertelde dat die nerds 30.000 gulden kost, wat zou u dan zeggen? Ik zou niks kunnen zeggen van het lachen. Ja, die vind ik goed. Wat vind ik die goed? Daar kan ik me nou zo op bescheuren. Wat vind ik? Meneer Flasman, laat ik het anders zeggen. Bespaart u zich de moeite, verkocht is verkocht. Alsjeblieft, meneer Kleiburg, dit is geloof ik wat u nodig heeft. Mooi zo, en ik hoop dat hij geladen is. Het is voor... Dinges. Dinges? Ja, Dinges. Dat is onze parkiet. Oh ja, en dit is zijn lunch. Ja. Zou u een taxi voor mij willen bestellen? Zeker, meneer. Dat heeft me weer eens genoeg tijd gekost. Dan ga ik dit eventjes aan Dinges geven. Nee, wacht tot onze gasten weg zijn. Hey, kan ik hem even zien? Nee, kan niet. Hij slaapt nog. Ah, oh, hij? Nee. Nou, ik had hem zo graag even willen voeren. Nee, mevrouw, dat heeft geen zin. Hij heeft namelijk geen honger. Hij heeft vanmorgen pas heel laat ontbeten. Ja, bij ons krijgen de duifjes ook altijd wat. Oh, mag ik dat even doen? Nee. Nou, wilt u daar wel eens van afblijven? En wilt u van een secretaresse afblijven? Nee, nee, als ze die duiven wil voeren, nee. Dan mag ze dat. Nee, 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 n
Het spijt me, mevrouw, maar ze zijn al weggevlogen. Nou, dat is ook vlug. Ja, met lijn 5 mee. Nou, kom even lief, we gaan. Eén ogenblikje nog, meneer Vlasma, wat ik u bidden mag. Ja, kom, laten we dat proberen. Laat ons bidden. Ja, laat ons. Nee, meneer Vlasma, op ogenblik als deze vinden dat je maar beter gewoon open elkaar spelen. Kunnen spelen, nou ja. Ja, we hebben een afschuwelijke fout begaan met de prijskaart. Nee, laat mij, Blom. Wel, we hebben namelijk meneer Vlasman een mantel verkocht voor 3000 gulden, terwijl die in feite... Als u nou gaat vertellen dat die 30.000 gulden waard is, dan kun je rustig naar het verschil fluiten. Nee, terwijl die in feite maar 400 gulden waard is. Wat? Ja, het is namelijk een geverfd konijn. Nee, wacht eens even. Wat probeer je me nou wijs te maken? Niets, het is de waarheid. Een verklaring lijkt me wel op zijn plaats, ik begrijp er niks van. Nee, ik ook niet, Blom. Ja. Nee, vooruit, vertel op, ga je gang. Oh. Ja. Luister. Op zekere dag zat ik in het magazijn. Het was een donkere, trieste dag. En ik was met mijn gedachten bij hele andere zaken. Dat schiet nog een beetje op, Blom. Het lijkt wel een kerstverhaal. Ja, mooi, hè? En voor mij lagen 2 mantels. En de ene was een echte nets en de andere was een geverfd konijn. Begrijpt u wat ik doe, hè? Nee, niet helemaal. Nou, in het halve duister heb ik toevallig die prijskaartjes verwisseld. Ja. Hm? U bedoelt dat dit geen echte nets is? Ja, inderdaad. Ja, er bestaat een opvallende en toch, meneer Vlasman, aan de andere kant ook weer een zeer oppervlakkige gelijkenis tussen een echte nets en een geverfd konijn. Oh, Piet! Oh, hij ziet er toch als echt uit en dat is toch het belangrijkste, ja toch? Jammer, je had mij een echte beloofd. Ach, niemand ziet dat toch. Maar meneer Vlasman, een echte nets geeft altijd iets van een onbeschrijfelijke weelde en schoonheid. Zo van dit, terwijl een geverfd konijn, voordat ik het weet, een armzalige, miserige indruk maakt. En waarom heeft u ons dat dan niet eerder verteld? Nou ja, dat is onze fout. Ik bedoel, dat geven we grif toe. Pas toen Blom de voering zag, ja, toen drong de verschrikkelijke waarheid tot ons door. De voering? Ja, zeker. Wat mankeert eraan? Wat mankeert waaraan? Aan de voering. Oh, maar meneer, hoe kunt u dat nou vragen? Ja, toch vraag ik het. Blom, ga je gang. Ja, maar ik dacht dat ik uitgesproken was. Wat mankeert er aan de voering? Die ziet er toch prima uit? Nee, die is ook prima. Ja, die gaat langer mee dan de mantel zelf. Wat? Oh, hoe ken dat nou? Ja, want er staat ergens geschreven... Gij zult de versenen niet tegen de prikkel slaan. Waar heeft hij het nou weer over? Zou ik niet weten, hoor. Neem me niet kwalijk, meneer Kleiber. Ah, juffrouw Tripma. De taxi voor meneer Vlasman. Ja, komt zo. Dus u wilt beweren dat deze hoop ellende niets waard is? Nou ja, 400 gulden, maar meer niet, hè. Mag ik dan mijn 3000 gulden terug? Ah, doe niet zo rottig, Piet. Niet zeuren. Meneer Vlasman, mocht u een andere jas uit willen zoeken, laat u dan niet weer houden. Bedankt. Ik ben niet geïnteresseerd in een andere jas. 400, zei u? Ja, meer niet. Alsjeblieft. Ja, die heb ik. Is er verder nog iets, meneer Kleiber? Laten we hopen van niet. Meneer Kleiber, kunt u me nou precies vertellen op welk exact moment het is misgegaan? Zeg, Arnold. Ja, Arnold, ja. Herinner jij dat moment, zo ongeveer 10 jaar geleden, dat je door die deur daar kwam en zei... Linus, weet je dat ik nog steeds geen ondergoed heb? Ja, fiets in die trant. Zo, Vlasman. Ja. Juffrouw Tripma, zorg ervoor dat deze dame ogenblikkelijk ondergoed krijgt. Maar dat heb ik net gehaald. Ja, maar doe het dan nog eens. Wat is er dan met het vorige stel gebeurd? Zo, moet je dat nog vragen? Dan vraag ik het. Die heb ik aan de duifjes buiten gevoerd. Alsjeblieft, wie die idiote vraag stelt, die krijgt een volslagen idioot antwoord. Zeg, wie was die vrouw die Piet bij zich had? Een vrouw? Wat voor vrouw? Nou, ik probeerde aan de deur te luisteren en het klonk als een vrouwenstem. Oh, nee. Nee, is die geen vrouw geweest? Ja, behalve juffrouw Tripma. Ja, en die kan vaak zo vrouwelijk uit de hoek komen. Ja, juffrouw Tripma, sta er niet de verdwaasde secretaresse uit te hangen, maar ga die portie lingerie halen. En?
Heeft Piet zich bedacht en heeft hij de nerds voor me gekocht? Ja. Nee. Wat? Nee. Hoe zit het nou, ja of nee? Nou, om heel eerlijk te zijn, geen van beiden. Ach, ik weet het alweer. Arnold heeft hem naar de stomerij gestuurd. Wat? Naar de stomerij? Maar dat was gloednieuw. Jawel, maar Arnold had hem zo vreselijk ruw behandeld. Vertel, Rienus, bij de waarheid. Mevrouw Vlasman. Zeg, bloem. Mevrouw Vlasman, als u mijn eerlijke mening wil weten, dan kan ik u vertellen dat die meneer Kleiberg daar de waarheid nooit zou herkennen. Al zou hij hier als een... Als een rode olifant op een witte fiets door de pan komen, jezus. Hij schijnt je aardig door te hebben. Wel nee, lieve schat, is gewoon een stomerij toe. Je liegt, Rienus. Kom nou, schattenbout. Heb je ooit enige reden gehad om aan mijn waarheidsliefdheid te twijfelen? Ja. Maar kom nou, liefje. Jij enige bloem in mijn tuin der liefde. Jij enige ster aan de hemel van mijn hartstocht. Jij... Zeg, bloem, doe niet zo stom en draai om. Jij vleugt je hoop in het voorjaar. Nee, 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 laat ik het anders zeggen. Zomer van mijn leven. Nou, dan zegt u maar gerust winter. Bloem. In de hoek. Hoek. Schatje, om je de waarheid te zeggen, er is een klein tijdelijk kinkje in de kabel gekomen. Maar dat komt vanavond in bed wel recht. Als ik mijn nerds gekregen heb. Ah, nee, maar ik bedoel dit, liefje. Dat een simpele nerds ons uitstapje naar het paradijs toch niet in gevaar kan brengen? En ik bedoel alleen maar, als ik dat niet krijg, jij dat ook niet krijgt. Zeg maar, waar ga je dan naartoe? Naar het balkon, schat. Daar doe ik mijn jas wijd open en begin te gillen. Ach, kom, zeg, dat is toch belachelijk? Nee, schat. Gewoon chantage. Ja, dat is allemaal jouw schuld, Blom. Ja, ze zal het niet echt doen, meneer Klein. Nee. Wat? Nee, wat? Dat we bezig zijn. Je vertelt mij, ik vind dit heel, heel vervelend. En ik vind dat u moet weten dat er zojuist iemand uit een taxi is gestapt. Nou, dat kan ons niet schelen, juffrouw Tripma. Dat zal wel moeten, meneer Kleiburg. Het is uw vrouw. Uitstekend, juffrouw Tripma. En bedankt. Wat? Mijn vrouw? Kleiburg! Oh, nee, wat is het heerlijk om jou weer te zien, Suus. Wat is het toch heerlijk om jou weer te zien, Suus. Jee! Wat is het fantastisch om jou weer te zien, Suus. Hartstikke fijn. Dank je, schat. Wat heb je? Oh, helemaal niks. Jee! Wat is het toch heerlijk om jou weer te zien, Suus. Ontzettend heerlijk. Zeg, ik dacht dat je op Mallorca zat. Ja, maar ik heb gemerkt dat een maand zonder jou veel te lang is. Ah, ik begrijp precies wat je bedoelt, schat. Zeg, je bent net op tijd voor een champagne. Oh, zalig. Iets bijzonders te vieren. Nou, nu je het zegt. Nee, wij hebben verdorie toch niks bijzonders nodig. Jee, wat is het toch heerlijk om jou weer te zien, Suus. Ik geloof dat je dat al gezegd hebt, schat. Oh ja? Nou, dan zeg ik dat nog eens een keer. Nou, vind je dat nou echt nodig? Suus, dan moet hier ergens nog schone glazen staan. Zeg, heb je soms een feestje gegeven? Nee, zeg. Alleen maar een mantel verkocht. Zo, dat moet er wel een dure geweest zijn. Zeker. Arnold en ik die hebben een fantastische transactie gedaan. Ah ja? Met wie? Nee, wat is het toch heerlijk om jou weer te zien, Suus. Ja, maar wie is ze nou? Als kom, we gaan toch niet over zaken praten als je net terug bent. Cheers. Op je gezondheid.
Oh, ik heb nog een kleine verrassing voor je meegebracht. Oh, mijn lieve schat, dat had je nou echt niet moeten doen. Ik kon het niet laten. En trouwens, we geven toch altijd cadeautjes als we elkaar een tijdje niet gezien hebben? Nee, dat klopt. Ah, is prachtig, Suus. Zeg, je wilt toch niet zeggen dat je voor mij geen verrassing hebt? Jee, wat is het heerlijk dat je er bent, Suus. Zeg, heb je me zo gemist, schat? Ja, ondanks de zon, de wijn en al die verrukkelijke Spanjaarden. Oh, als ik daar nog één moment langer gebleven was, dan had ik waarschijnlijk domme dingen gedaan. Ah, ik blof toch maar, hè? Zolang je dat maar beseft. Oh, nee, maar dat doe ik ook. Jee, wat is het toch heerlijk om jou weer te zien, Suus. En wat is er hier allemaal gebeurd? Wat, hier? Ja. Oh, helemaal niks. Weet je, Suus, dat vanaf het moment dat jij bent weggegaan, dat hier geen vrouw over de vloer is geweest, niet één. Dat is niet te geloven, hè? En ik dacht dat je vanmorgen een mantel had gekocht. Nee, dat klopt. Maar het was een man. Een man? Ah, stond hem beeldig. Jee, wat is het toch spijtig dat je weer zo haastig weg moet, Suus. Oh, maar ik moet helemaal niet haastig weg, schat. Schenk me nog maar eens in. En zo ken ik je weer. Zeg, Suus. Ja? Waarom ben je eigenlijk teruggekomen? Dan moet je niet zo zitten vissen. Dat heb ik je toch al verteld. Ik heb je gemist. Maar ik ook. Vooralsnog. Ik ook. En dan lach ik maar te denken. Ik ook. Maar nu is alles weer in orde. Ja, voor jou misschien wel, maar ik heb daar nog iemand... Ja, natuurlijk, schat. Ik word er helemaal gloeierig van als ik aan denk. Daar zal die champagne wel aan meehelpen. Oh, maar lieve schat, ik heb nog nooit zo ontspannen. Zo op mijn gemak... Moet ik die dingen nog halen? Ja, en een beetje snel graag, trut! Trut? Jee, wat is het toch heerlijk om jou weer te zien, Suus. Zeg, waar houd ik het weer eens over? Dat je nog nooit zo ontspannen op je gemak gevoeld had. Ach ja, inderdaad. Zeg maar, waar had je vertrip nou eigenlijk over? Oh, die had het over ondergoed. Over ondergoed? Ja, zaken van ondergoed schikt belang. Jee, wat zie jij er goed uit, Suus. Ja, alleen heb ik een beetje smaller in je gezicht. Ja, maar dat is er ergens anders wel weer bijgekomen. Huh? Staat je fantastisch. Oeh, die champagne doet je goed. Zeg, neem nog wat. Nee, schat, ik geloof toch dat het tijd wordt dat je het personeel gedag gaat zeggen. Dat heb ik al gedaan toen ik binnenkwam. Mooi, maar vergeet het dan niet gedag te zeggen wanneer je weer weggaat. Maar ik ga nog niet weg. Ja, natuurlijk wel, engeltje van me. Jij huppelt snel naar de flat toe. En gaat het bed voor verwarmen. Oh, engeltje van me. Huh? Daar ben je toch voor teruggekomen? Ja, maar toch niet midden op de dag. Kom nou, schat. We hebben toch lak aan conventies. Ik heb hier nog één of twee zaakjes op te knappen. En dan ben ik zo bij je. Als ik dat geweten had, dan was ik gisteren teruggekomen. Dat zou leuk geweest zijn. Nou, maak dat je wegkomt. En ik ben zo bij je. Ho, Suus! Suus! En je begint niet zonder mij! Uit! Uit! Opschieten! We hebben haast, we hebben geen tijd te verliezen. U krijgt uw trekker vandaag wel thuis, hè, meneer Kleiburg. Kom zich uit op je mond, maar wat moeten we doen? Nou, ik stel voor mevrouw Kleiburg maar de hele waarheid te vertellen. Kom zeg, belachelijk idioot. Nou ja, u vroeg toch om mijn mening, nietwaar? Ja, maar ik hoop echt op een andere manier uit de nesten te kunnen werken. Het nest lijkt me een toepasselijker woord. Hè. Dat is voor zijn doen een hele schuine opmerking. Zeg, maar zie je dan niet dat we voor een debat ontstaan? Suus is 2 weken te vroeg teruggekomen. Dat heb ik gemerkt, ja, maar waarom eigenlijk? Waarom? Nou ja, laat ook maar. Ik heb zo'n idee dat ik mijn dag niet heb. Nee, en zijn nacht ook niet. Rinus, ik krijg claustrofobie in dat enge hok. Molly, lieve schat, luister. Ons grote rendezvous van vanavond kan niet doorgaan. Namelijk, Suus is teruggekomen, ja, hoewel ze weer is weggegaan. En grote goden! Ja, maar wat is er nou weer? Molly's ondergoed! Ja, daar zorg je de tripa toch voor? Nee, niet dat ondergoed, stom idioot. Ja, maar al die kleine kanten frutseltjes die bed uitgestald liggen voor Molly. Oh. Mijn vrouw is op weg ernaartoe. Oh, ik heb het u gezegd, hè? Gij zult de versenen niet tegen de prikkels drammen. Nou, voor één keer heb je eens gelijk. Ach, rustig nou, Marines. Misschien gaat ze niet direct naar de slaapkamer. Ja, maar natuurlijk, lieve schat, dat doet ze wel. Huh? Wat neem jij toch een hooi op je vork? Molly, zo, nog even. Hé, het is goedkoop! Ja, als straks de bom barst, dan wordt het wel wat heet.
zeker hoor, mevrouw. Blom, Blom, ik ren als een waanzinnige naar de flat toe. Ja. Misschien ben ik er eerder dan Suus. Zorg jij ervoor dat Molly ondergoed krijgt via juffrouw Tripma. En geef het niet onmiddellijk weer mee aan het openbaar vervoer. Ja? Ah, wie is het? Wie is het? Ik ben het, ik ben het. Aan de andere kant. Juffrouw Tripma. Ah, heeft het ondergoed? Moment, moment. Nee. Wat nee? Nee, er schijnen weer moeilijkheden te zijn. Nog meer? Ja, ze schijnt weer terug te zijn gekomen. Wie? De mevrouw Kleiburgen. Ja, maar dat weten we toch, sukkel? Dat weten we toch, sukkel? Juffrouw Tripma natuurlijk. Zeg tegen haar dat ze weer is weggegaan. Ze is alweer weggegaan, Juffrouw Tripma. Maar wat zegt u? Een ogenblikje, meneer Kleiburgen. Wat is er nu weer? Nou, ze zegt dat ze weet dat ze weer is weggegaan, maar dat ze weer is teruggekomen. Wat? Je bedoelt dat ze weer is teruggekomen? U bedoelt dat ze weer is teruggekomen? Ja, ze zegt van wel, ja. Ach, kom op, dat bestaat toch niet? Grote God! Nou, meneer Kleiburg, je zegt dat bestaat niet, grote God. Nee, ze is dus eerst weggegaan en nu weer terug. Nee, ik vind het goed, uitstekend. Eerst bij het begin beginnen. Om te beginnen is ze dus eerst hier teruggekomen. Hey, hou op, alsjeblieft. Nee, ik heb het niet tegen u. Nee, maar er staat iemand tegen mijn elleboog aan te timmeren. Nee, maar ze is dus daarna weggegaan en u zegt dat ze nu weer voor de tweede keer is teruggekomen. Ja, maar waar is ze dan nu? Wat zegt u? Hierboven in de salon? Meneer Kleiburg, ze zegt dat ze hier op het ogenblik boven in de salon aan... Hé! Hey! Tjee, wat is het heerlijk om hier te zien. Dag mevrouw. Dank Arnold, dank. Het is ook heerlijk om jou weer te zien. Nee, het is veel heerlijker voor mij om u te zien dan het voor u heerlijk is om mij heerlijk te zien. Lekker. Suus, je mag nooit meer zo lang wegblijven. En hoe vond je de flat? Oh, daar ben ik nog helemaal niet geweest. Ah, dat is heel verstandig van je, Suus. Vind je ook niet, Arnold? Ja, dat is heel verstandig van u. Ja. Waarom? Oh, nee, zodra u weg bent, dan wordt het al gauw een vieze boel. Ja. Zeg maar. Ja, iedereen in de flat bedoel ik, hoor. Ja, maar je had toch eigenlijk een morgen mevrouw Klaassen? Oh, nee, maar dat vind ik gemeen, schat. Ik ken dat mens nauwelijks. Mevrouw Klaassen is toch jullie werkster? Ach, ja, u zegt het. Neem me niet kwalijk, meneer Blom. U heeft de hoorn niet op de haak gelegd. Ach, ja, die hoorn, daar heb ik hem. Ach, nee, kijk, daar had ik helemaal geen erg in. Dank u wel, juffrouw Tripma. Dank u. Oh, en, juffrouw Tripma. Vergeet die, je weet wel het niet te kopen, hè? Dat doe ik direct, meneer Blom. Uitstekend, dankjewel. En tot straks. Huh? Ja, wat is er hier betreft, baan? Niets? Neem me dan weer mee. Niet blijven hangen, er is nog voldoende te doen. Zeg Arnold, vertel jij eens eventjes. Hoeveel heb jij gedronken vanmorgen? Ah, dat is een uitstekend idee. Zeg Arnold, ga nog eens even wat champagne halen. Dan kunnen jullie samen de najaarsuitverkopen spreken, terwijl ik de flat ga stofzuigen. Maar ben jij opeens huishoudelijk geworden, Rinus? Huh? Maar we leven aan het betere, schat. Nou, dat werd ook de hoogste tijd, schat. Wat champagne! De schat! Oh, Rinus! Ja, liefste. Rinus, voordat je weggaat, ja? Heb je nog wat geld voor me? Wat geld? Ja, daar ben ik voor teruggekomen. Ach, kwartjes. Nee, ik wil wat warme jurken kopen. Ik heb helemaal niet op dit weer gerekend. Oh, maar lieve schat, ik heb alleen maar een paar tientjes. Ja, je moet er wel een beetje meer over hebben. Een beetje meer over? Waarvan? Van die 27.000 gulden. Van die 27.000 gulden? Die je van de bank gehaald hebt. Van de bank? Vanmorgen. Oh, die 27.000 gulden. Ja? Nou, daar zijn er niks meer van over. Oh. We kunnen voor die kleine zuster ook niks verborgen houden, hè? Nee, zo te zien niet, hè? We zullen een stuk voorzichtiger moeten zijn. Ja, en wat voor een stuk, hè?
Zeg, Suus. Ja. Suus, hoe ben je daar zo achter gekomen? Ja. Misschien heeft u wel laten wat schaduwen. Ah, wel nee. Zoiets doet Suus toch niet? Of wel? Mijn ontdekking was eigenlijk een grappige samenloop van omstandigheden. Alsjeblieft, hoor je dat? Een grappige samenloop van omstandigheden. Toen ik van het vliegveld kwam, ben ik even langs de bank gegaan om een overgebleven pesetes in te wisselen. En toen? Ja, je zult het geloven of niet. Maar ik werd geholpen door dezelfde jonge man die even tevoren jouw cheque had verzilverd. Ach, nee toch? Ach ja toch? Je weet wel die jongen. Uit die tanden. Oh ja, u weet wel, die jongen die altijd die grapjes probeert te verkopen. Die jongen met die waardetanden. Ja, met die waardetanden. Champagneblom. Ja, meneer. Nee, Marinus. Ja, liefste. Ik geloof van Rempel dat jij bloost. Maar ik? Ja. Maar waarom zou ik, liefje? Ja, ik weet het niet. Zou het misschien eens met dat geld te maken kunnen hebben? Ach, kom dan, schatje, om zo'n kleinigheidje. Nou, noem 27.000 gulden maar een kleinigheidje. Nou ja, ik dacht vanmorgen van kom, laat ik eens naar de bank gaan en 27.000 gulden opnemen. En toen dacht je, kom, laat die maar meteen eens uitgeven ook. Oh, nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Goed, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Alsjeblieft, meneer Kleiber, zo. Ik zal je vertellen wat ik ermee gedaan heb. Nou, wat vind ik dat nou bijzonder dapper van u, meneer Kleiber? Alsjeblieft. Arnold heeft ze van me geleend. Arnold? Wat zegt u me nou? Wat zegt u me nou, meneer Kleiber? Wat zegt u me nou? Durf jij zo'n ontkennen? Dat ontken ik zeer nadrukkelijk, hoor. Hij ontkent. Dat ontken ik. Oh, moment, graag. Nou, nee. Als ik dat neergehaald. Oh, Arnold. Ja, maar dat geld is niet van mij, dat is van hem. Zeg, maar wat doet het dan in jouw zak? Ik heb het niet meer gegeven. Oh, geleend, zul je bedoelen. Mevrouw Kleiber, ik vind dat u eindelijk eens een keer van mij de waarheid mag horen. Nou, Arnold, als het al te persoonlijk is, liever niet. Maar ik vind dat ik moet spreken. Arnold. Ja? Arnold, alsjeblieft, bespaar me dat. Het moment van de waarheid is aangebroken. Ja. Suus is mijn vrouw en ze zal de feiten uit mijn mond horen. Nou, goed. De waarheid, maar dan ook de volle waarheid. Ja, niet stand. Ja. Die waarheid. Die Arnold, ga nog eens even wat champagne halen. Want ik vrees dat Suus het nodig zal hebben. Uitstekend, meneer Kleiber. Suus, ik vrees dat ik al een hele tijd iets voor je verzwijg. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het walgelijk om het te moeten bekennen. Dat heeft allemaal te maken met vrouwen en seks. Oh, Rinus. Nee, luister nou, liefje. Het is absoluut geen nieuw verhaal, maar het heeft dus een ongelukkig en onvermijdelijk einde bereikt. Nou, dat is mooi gesproken, meneer Kleiber. Dank je, Arnold. Zeg, waar was ik ook weer? Ja, bij het onvermijdelijke einde. Inderdaad, ja. Chantage. Ja, chantage. Chantage heeft de afschuwelijke kop opgestoken. En de prijs is, zoals niet ongebruikelijk in dit soort zaken, een netjas. Ach nee toch, daar was het geld dus voor? Inderdaad, klopt dat, Arnold? Klopt, meneer Kleiber. En zo heeft Arnold juffrouw Tripma afgekocht. Oh, Arnold, maar dat vind ik Of jij smeerlap? Heb je weer een ander? Nee, helemaal niet. Ik zweer je, Suus. Ik zweer je, bij hem lopen de dametjes de deur plat. Nee, het is niet tussen. Ik sterf het af daar binnen. En wat heeft dit te betekenen? Dit is ons allernieuwste model, Suus. Juffrouw, zou ze vriendelijk willen zijn die mantel te showen? Voor mijn vrouw? Ja, is magnifiek, vind je niet, Suus? Is Arnold's nieuwste creatie. Ja, zijn kunstzinnigheid is even volmaakt als altijd, vind je niet? Nou, ik vind hem niet wereldschokkend. Nee, u het zegt eigenlijk heel gewoon, Suus. Ja, maar je moet dus eventjes goed naar mij luisteren. Nee, Arnold is niet even je beste creatie. Eerlijk gezegd geloof ik dat ik die jas al gezien heb voordat ik wegging. Oh, nee, lieve schat. Ja, maar ik zeg hem eens en voor altijd. En dat heb je mooi gezegd. Ik weet zeker dat het dezelfde jas is. En trouwens, dat kun je toch gauw genoeg zien? Ach, waaraan? Aan de voering. Nee. U kunt gaan, juffrouw. Wacht nou eens even, Rinus. Ja, schatje. Ik heb de juffrouw hier ook nog nooit eerder gezien. Aha. Oh, nee. Nee, zij is niet even onze mannekaas. Aha. Nee, nu het zegt. Wie bent u, juffrouw? Ik ben... Nee, dat bent u niet. Jawel, dat is ze wel. Aha. Dus je geeft het toe, hè?
Weer een van je stoeipoezen. Ja, maar hoe krijgt nou zo'n man het toch voor mekaar, hè? Juffrouw, zou u aan mevrouw Kleiber willen vertellen met wie u een verhouding heeft? Wees niet bang, wat ook valt, trouwens daar pal. Nee, een ogenblikje nog. Nou willen we eindelijk eens een keer de waarheid horen. Oh, prima, Arnold, de waarheid voor de dag ermee. Jawel, maar zie je dan niet hoe hij zich probeert uit te bluffen? Hij heeft deze dame al een nets gegeven. En is het nu niet, dan in ieder geval voor vanavond. En ik wed, wanneer ze het goed speelt, dat ze nog een tweede nets en een sportwagen op de koop toekrijgt. Laat haar die vraag nu maar beantwoorden, schat. Ja, maar natuurlijk, liefje. Wat was de vraag? Met wie hebt u een verhouding? Wilt u dat ik de waarheid zeg? Maar natuurlijk. 100%, meneer Blom. 100% hoor. Echt waar, Arnold? Nou, hè, wat? Weet je het zeker, Nolly? Nolly? Als je dat met alle geweld wilt, Nolly. Nolly? Nou, met wie? Maar ja, ik geloof met mij. Juffrouw, ik zou u willen verzoeken dit pand onmiddellijk te verlaten. En uw verdere afspraken met meneer Blom elders te organiseren. Ja, zo is dat. Ik denk dat ik beter kan blijven. En ik denk dat u beter kunt gaan. Is die jas betaald, Rinus? Nee, nog niet, liefste. Trekt u hem dan uit? Ja, maar dat kan niet. En jij uit je mond. Je hebt daar genoeg schade aangericht. Jij vindt het niet voldoende juffrouw Tripma ten gronde te richten. Nee, je gaat ook nog eens zo ver door je ontrouw voor haar tentoon te spreiden. Trek uit. Dat gaat niet. Trek uit. Dat gaat niet. Waarom niet? Ik kan het alleen maar op zwoele muziek. Ja, dat is de... Of heb je liever een cognacje? Rinus, ik sta perplex. Nou, ik weet precies wat je bedoelt, schat. Waar zijn je kleren, meisje? Die heeft meneer Blom uit het raam gegooid. Uit het raam? Is dat waar, Arnold? Ja, nou, ja, het is maar gedeeltelijk waar. Het kwam ja, eigenlijk... Arnold, ik geloof niet dat Suus geïnteresseerd is in de rest van je verhaal. Arnold, ik zal me niet verder uitlaten over deze vreemde afwijkingen van je. Maar je had toch tenminste de kleren van de jonge dame kunnen ophalen. Al was het maar voor de naam van de zaak. Ja, maar dat ging juist niet mis. Ze waren boven mijn bus terechtgekomen. En waarom heb je dan geen nieuwe kleren laten halen? Dat hebben ze gedaan. En jij voelde je genoodzaakt die weer uit het raam te gooien. Ja. Laat nou, zus. Je kunt het daar in mijn stakker toch niet kwalijk nemen. Ik laat u alleen, meneer Blom. In de hoop dat u uw wandaden zult goedmaken. Maar u mag de hemel op uw blote knieën danken. Voor zo'n lieve, goede en betrouwbare vriend als mijn Rinus. Oh, jij arm, arm kindje. Ik heb diep medelijden met je. Juffrouw Tripma. Juffrouw Tripma. En heb je het ondergoed? Nog niet, nee. Zo, waarom niet? Ben je het soms zelf aan het breien? Ik heb een jonge dame te woord gestaan. Ach, heb je daar wel tijd voor? En wat voor jonge dame? Een zekere mevrouw Van Dam. Mevrouw Van Dam? Mevrouw Evelien Van Dam. Oh, nee, die kennen we niet. Die mevrouw die hier zojuist was met die... Oh, ja, nee, die kennen we wel. Toch, niet één van je. Oh, nee, niet wel. Nee. Zeg, Blom. Heeft iets met mij te maken? Tegen mij hoeft u niet meer te praten. Alsjeblieft, hè. Dus niet praten tegen hem. Ik wil met niemand praten, ik wil alleen maar ondergoed. Dat ben ik met u eens, mevrouw. Dan trek ik mijn twee bontjassen aan voor een ritje in mijn schitterende nieuwe sportwagen. Hé, Rini. Mijn schatje, liefje. Ik kan... Ja, je vertript maar, je kunt wel gaan. Wat doe ik met mevrouw Van Dam? Ja, wat wil dat mens van me? Het gaat over die nert. Ze zegt dat hij nu al begint te verpieteren. Ze heeft hem teruggebracht en ze wil hem ruilen. Wat, teruggebracht? Oh, eindelijk een voordeeltje, de eerste vandaag. Wat is dat voor een nert, Rinus? Oh, jou natuurlijk. Terug van de stomerij. Zeg je, voor Tripma, ik hoop dat het niet gekrompen is. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Ja, want ik vertrouw die stomerijen niet. Nou, juffrouw Tripma, laat die nerts binnen en die dame buiten. Vervelend, hè?
Jij krijgt juf Matripma, Molière Nerts en ik. Hans Vulting. Ja, maar eerst mijn ondergoed. Oh ja, maar natuurlijk, schat. Dat haalt juf Matripma toch gelijk op. Oh, wacht eens, mijn beautycase staat nog in jouw fles. Maar uitstekend, liefje. Die neemt ze dan toch meteen mee. Tenzij uw vrouw er eerder is. Nee! Karenboven Arnold, u bent aan stoot. Arnold, jij past op de zaak. Ja, van mij hebt u weinig meer te verwachten, hoor. Maar Arnold, als onze vriendschap iets waard is, helpen dan. Vriendschap, daar heb ik vandaag nog niet veel van gemerkt, vriendschap. Arnold, als je me hier doorheen sleept, dan beloof ik je dat ik altijd op het rechte pad zal blijven. Oh ja, dat belooft erewoord? Ja, erewoord. Oh, nou, ja. Ja, want ik heb mijn lesje geleerd. Nou, goed dan. Maar denk aan ons mooie Wilhelmus. Getrouwen blijf ik tot in den dood. Rust. Ja, dat heb je heel fraai gezegd, Arnold. Oh, gezondheid, mevrouw Glasman. Proost. Mag ik van deze gelegenheid even gebruik maken? Ja, u hebt mij groot, heel groot onrecht aangedaan. Hoe bedoel je, Nolly? Nou, mij zo zwart te maken in aanwezigheid van mevrouw Kleiburg. Zou jij het zo schandelijk vinden een verhouding met mij te hebben? Ha, 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 ha. Nee, van die kant wil ik het helemaal niet beschouwen, mevrouw. Nee, dat lijkt mij ook niet aangezien ik je onder deze jas heb laten schuilen. Oh, nou, nee, ik zal u nooit meer recht in de ogen durven kijken, mevrouw Vlasman. Oh. Ja, hey, ik kom hem niet teruggeven. Ik kom hem wel. Maar we zullen toch even moeten wachten. Dan heb ik al 10 minuten lang gewacht. Meneer Bloem, is het niet verstandig om deze jonge dame in mijn kantoor te worden? Dat lijkt me verstandig. Komt u maar. Ik kom over 5 minuten terug bij zijn kantoor. Daar zullen we rekening mee houden. Ja. Wat is er? U kunt de jas hier laten. Hoe bedoel u? En laat de jas maar hier, zei ik. Pas als meneer Bloem gezegd hebt dat ik hem voor een andere kan ruilen. Ruilen? Als u mij nodig hebt, ik ben daar. Ja, ik ook. Waarom nou? Sst, zo. Neem me niet kwalijk, dames, maar ik ben zo weer bij u terug, hè. Hallo dames! Gezellig, hè? Knussel met z'n drietjes. Laten we nou eens eventjes kijken hoe de stand is. Kennen de dames elkaar eigenlijk? Nee! Aftrap voor Bloem! Dames aan elkaar voorstellen. Ik hoef helemaal niet voorgesteld door het meisje van de stomerij. Waar heb u het over? Ik heb helemaal niks met de stomerij te maken. Oh nee, hoe bent u dan die jas gekomen? Als u dat per se wil weten, die heb ik van mijn vriend gekregen. Van een vriend? Offside! Dat is mevrouw Vlasman. Nou en? Al praat ze nog zo bekakt, dan kan ik toch zeker ook wel in een bontjas lopen, of niet soms? Daar zal mevrouw Vlasman het zeker mee eens zijn, niet waar mevrouw Vlasman? Komt trouwens nooit op de bontjas aan, maar op wat er onder zit. Laten we hopen dat ze dat niet gaan onderzoeken. Wat ik niet snap, is dat uw vriend mijn jas heeft gekocht. Nou, dat heb hij dan toch gedaan? Trouwens, het is een jas helemaal niet. Nee. En mijn vriend is een heel invloedrijke persoon. Maar laat ik u toch even aan elkaar voorstellen. Dit is mevrouw Vlasman, mevrouw Piet Vlasman. Dat is dus de vrouw van Piet Vlasman. Piet Vlasman. Piet Vlasman. Zijn naam is Piet Vlasman. Nou, daar zou ik niet te vast op rekenen, hoor. Zo, u bent dus mevrouw Vlasman. In worm voor Bloem! U zou me over uw vriend vertellen. Wie is dat dan wel? Oh ja? Hij? Ik dacht het... Benoemt die tegen! Ellendeling! Meneer Bloem, meneer Bloem. Ja. Wat is er? Meneer Kleiburg belde zojuist vanuit de flat. Hij is dus daar gearriveerd? Mooi. Helemaal niet mooi. U weet wel, er lagen er niet. En mevrouw Kleiburg ook niet. En mevrouw Kleiburg is weer op weg hier naartoe? Waarschijnlijk wel. U kunt er dus maar beter voor zorgen. U weet wel, Kleiburg. Ja, maar hoe kan dat dan zonder je weet wel? Hé, hey, is dit een spelletje voor twee of kan iedereen meedoen? Eén ogenblikje, alstublieft. Juffertippa, ga alstublieft naar beneden en hou ons op de hoogte zodra mevrouw Kleiburg in beeld komt. En hoe moet het dan met de, u weet wel? Wacht maar, ik heb een idee, vooruit. Oh, meneer Bloem, ik geloof wel dat u... Nou, wat ik je gezegd heb, Dorothee.
Dat was ook niet zo slim van je, hè, Nolly? Het was toch de bedoeling dat zij niet zo mee zou gaan halen? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Oh, niks bijzonders. Mevrouw Vlasman heeft gewoon geen kleren aan. Geen kleren? Hoor. Nee. Oh, sexy. Ja, het hele punt is dat mevrouw Vlasman hier vandaan moet met kleren aan. Dus hoe eerder jij helpt, des te beter het is. Met andere woorden, jurk uit. Allemaal niet. Ik heb aan haar geen boodschap. Weet je dat zeker? Je hebt heel wat aan haar te danken. Weten wat jij op het ogenblik hebt. Eigenlijk aan haar behoor. Wat dan wel? De bondmantel, wat dacht u dan? Hé, wat was dat? Op ogenblikken als deze denken wij aan dat mooie gezegde. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Waarom moet ik me verkleden? Grote meid, hierin komt u maar. Hoi, even wachten. Als ik mij een jurk geef, wat moet ik dan aan? Dat is een zeer intelligente vraag. Ja, en het antwoord? Zo eenvoudig dat ik er zelf versteld van zal staan. Trouwens, ik zelf ook hoor. Pardon. Keurig gedaan. Nee. Jij bent eigenlijk een kleine slimmer, Nolly. Valt mee. Ik moet jou zo beter bekijken. Niet nodig, wacht. Ik had jou nooit onder mijn jas genomen. Ze wist dat jij zo deugdig was. Nee, dat ging helemaal in het heetst van de strijd, mevrouw. En nog niet helemaal afgekoeld, hè? Meneer Blom! Zij tastte me recht en dat is alles. Mag ik draaien wie u bent? Mag ik 3 keer draaien? Mevrouw Hamel? Ja! Bij de eerste keer goed, hè? Maar weet u het zeker? Ja. Zeker weten is altijd het best. Ja, nee, ik zie het. U bent mevrouw Hamel en u vraagt ze natuurlijk af wie dit is. Nee, hoor. Goed, dan zal ik het u zeggen, juffrouw Jansen. Oh, u bent zeker nieuw hier. Ja, dat kan je wel zeggen. Hoe maakt u het? Dank u, niet best. Het is me het morgentje wel, hoor. Bent u al eens in die kroeg op de hoek geweest? Nee. Nou, niet doen. Nou, hoe is het eigenlijk afgelopen met de auto? Praat me niet van die wanstaltige auto. Op het hoofdbureau weten ze ook niet wat parkeren is, hè? Nee. Stel je nou voor, we staan tussen een lelijke eend en een jaguar. Ja. De gezagvoerder moet achteruit steken, ja, met maar 2 centimeter speling aan beide kanten. Ja. En ja hoor, een doffe knal. En wat heeft hij geraakt? De eend of de jaguar? De agent. Godverdomme. Maar ondanks alles heeft de gezagvoerder zich geweldig gedragen. Hè, dan ga ik eens een flinke oorlog pakken. Ja, mag ik dan nu mijn jas? Einde van de wedstrijd! Uw jas! Mijn jurk! Oh, sorry, verkeerde de kamer! Mag ik dan nu mijn jas? Ja, natuurlijk, juffrouw. Trek u maar eventjes hieruit als u wilt, hè? Ja, maar ik heb er niks aan. Daar heeft mevrouw Hamel geen boodschap aan. Die heeft die mantel gewoon nodig. Nou, ik ook. Niet tegenstribbelen hier naar binnen, anders krijgt u klappen, hoor. Zo. Personeel van tegenwoordig is een probleem, mevrouw. Dat lijkt wel een baan. Is het ook. Dank u wel, juffrouw. Goed zo. En juffrouw Jansen. Oh, die heeft toch om niet lunchpauze. Dat is geen probleem. Gaat u maar. Kijkt u eens hier. Zo. Wilt u me alstublieft voor me vasthouden? De gezagvoerder? Ja. Is de gezagvoerder niet meegekomen? Nee, ze hebben hem vastgehouden voor een bloedproef. Een bloedproef, ach jee. Meneer Blom. Ja. Meneer Blom. Of neemt u de kamer even zijn telefoon, hè? Ja, Kleiber en Blom. Met Blom. Agent? Ja, agent. Wat zegt u? Is er een soort bootlek? Oh, nee, u bent een soort kootjek, ja? Ach, hè. Ja, zijn vrouw was er net hier. Ja, positief. Oh, hij ook. Oh, en dat werd groen. Ja, daar worden die pijpjes wel voor gemaakt, hè. Oh, en de gezagvoerder is nu lopende hierheen. Ik dank u, agent. Juffrouw Trippa, blijf uitkijken naar mevrouw Kleiburg. En mocht de gezagvoerder arriveren, hou hem vast. Het is uw verantwoording. Uitstekend. Ja. Intussen is hier een zekere meneer Van Dam en dat is uw verantwoording. Meneer Van Dam? De man van mevrouw. Maar dat bestaat toch niet? Jawel, en hij verkeert in de veronderstelling dat zijn vrouw hier is. Oh, en hebt u hem niks op de mouw kunnen spelden? Oh, ja, ik heb hem gezegd dat ze, voor zover ik wist, was weggegaan. Uitstekend geregeld, juffrouw Trippa. En om iedere achterdocht weg te nemen, heb ik hem gezegd dat u hem graag zult willen uitleggen waarom ze hier eigenlijk was. Want juffrouw Trippa, als toch iemand niet geschikt is voor dat soort zaken, ben ik dat toch. Meneer Blom, zal ik u heel even mogen spreken? Mocht u mij nodig hebben, ik ben op mijn post beneden. Ja.
ik denk dat u mij kunt helpen. Nou, ik betwijfel het. Ja, ik weet niet wat zich hier allemaal afspeelt, maar op het kantoor van mijn vrouw hebben ze me verteld dat ze hier met de baas is in een zaak die Kleiburg en Blom heet. Ja, 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 dat klopt. Ja, dat is hier. Meneer Kleiburg is uit Lunsje en ik ben uit... Zinnig. Blom, Blom. Is ze hier? Nee, nee, nee. Ik dacht dat ze weer terug was naar kantoor. Nee, ik heb net opgetelefoneerd en er is ze niet. Bent u dan misschien meneer Van Dam? Ja, ah. U dacht u dan dat ik was... Ik durf er toch een eten te doen dat mijn secretaresse zei dat u meneer Van... Ja, van Draaienswaard was. En dat lijkt niet op Van Dam. Nee, dat zie ik nu ook. Wat is ze nu? Een onschuldig glaasje melk aan drinken. U weet wel, in die melkbar hier om de hoek. Waarom zeg je dat niet meteen? Ja, waarom zeg je die dingen niet, hè? Dat... Oh, pardon. Nee, omdat ik dacht dat u zocht naar mevrouw Van Draaienswaard, hè? Oké, oké. Maar als ze daar niet is... Wah! Dan ben ik zo weer terug. Zomaar niet. Jawel hoor. Zolang jullie maar niet gaan afwassen. Ja. Hey! Hoe heet die melkbar? Waarmee kan ik u van dienst zijn, meneer Van Dam? Hoe heet die melkbar? De droge uien. Dank u. Meneer Blom. Meneer Blom. Ja, kom maar van Kleiburger aan. Nee, meneer Vlasman. Meneer... Oh, maar dat is een ramp. En ik heb er twee hier. Mevrouw Vlasman daar en mevrouw Van Dam daar. Waarom zou Piet belangstelling hebben voor jouw vriendinnetje? Ja, ja, dat is een hele, hele goede vraag. Hij is op weg naar boven, dus kan mevrouw Van Dam maar beter verheugen. Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Nee, je kunt beter het risico spreiden. Alsjeblieft hierin. Laat maar. Zo. Mijn jurk. Oh, ja. Nee, 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 nee. Hoeveel terug, want die is voor mij. Is. Zo. Juist. Oh. Van de secretaresse gezien? Nou, een hele... Nee. Praktisch niks, hoor. Ze ging hier naartoe om die rotjas te ruilen. Nou, ze is hier niet meer geweest sinds ze de laatste keer hier was, voordat ze de laatste keer wegging. Die laatste keer voordat u de laatste keer laatst. Volgens mij bent u niet goed wijs. Nou, daar kon u best eens gelijk in hebben. Hoe wilt u daar een aantekening van maken? Niet nog eens. Nee, niet nog eens, maar het is geen goede gewoonte. Luistert u eens, meneer... Blom. Arno Blom. En dat is je Patritma Dorothee. Ja, zou u even stil kunnen zijn? Kleiburg en Blom. Met Blom. Ja, portier. Ja, dat heb ik gedaan. Nou ja, het was een oudje van mijn moeder. Zeg, en heeft u de bus nog gehaald? Waar hangt die aan? Oei. Ja, nou ja, doet u maar net of u hem niet ziet en we ruimen wel op. Tegen sluitingstijd, hè? Dag, portier. Zou ik even uw onverdeelde aandacht mogen hebben? Natuurlijk. Ongeveer 20 minuten geleden is mevrouw Van Dam van mij weggegaan. Ach ja, dat zijn vaak van die spijtige zaken. Nee, wij zaten in dat café aan de overkant. De Nerts! Nee, nee, de Gouden Leeuw, dacht ik. Ja, de Gouden Leeuw. Zo heet die, ik kan van hier vanaf zien. Daar zaten we dus. Tell me.
stoffig, hè? Jongen, jongen, er zou eigenlijk veel minder overheen gelopen moeten worden. Maar ja, goed, het is gebeurd. Waar waren we? Ik zei dat ik op mijn secretaresse heb zitten wachten. Ja. Waar is ze nu? Nou, in ieder geval niet hier. Betekent dat dat ze geweest is en weer weg is? Of dat ze hier helemaal niet geweest is? Ja. Wat, ja? Ja, meneer. Ik wip even naar beneden. U blijft hier. Luister. Oh. Ja, portier. Ja, dat heb ik... Nee, niet naar boven brengen. Nee, laat u hem daar alsjeblieft liggen. Ja, want ik heb geen tijd gehad om hem uit te laten. Geeft u maar wat hapklare brokjes, hè. Och, wat klinkt dat toch lief, hè. Dag, moe. Juffrouw, heeft u mijn secretaresse ook gezien? Niet sinds ze hier was de laatste keer voordat ze wegging. Allemachtig. Hey, het is daar hartstikke... Die is op slot. Ja, inderdaad, ja. Die is ontegenzeggelijk op slot. Daar zal ik een aantekening van maken, meneer Vlasman. Ik geloof beter dat ik met die compagnon van jou, die Kleiburg, kan spreken. Ja. Die is er niet. Nee, die is eventjes in bed. Waarom? Is hij ziek? Nee, in tegendeel, kerngezond, maar zijn vrouw wilde hem dringend spreken. In bed? Ja, zijn vrouw is 14 dagen met vakantie geweest. Alleen. Dat verklaart veel, ja. Ja, alles. Is er iets, meneer Kleiburg? Ik ben doodmoe. Ik ben in één stuk door bezig geweest. Juffrouw Tripma, juffrouw Tripma, is zuster al? Nee, meneer Kleiburg, nog niet. Oh, juffrouw Tripma, ga naar beneden en waarschuw me zodra ze er is. Uitstekend, meneer Kleiburg. Meneer Kleiburg, we hebben bezoek. Ja, dat kan mij maar niet schelen. Momenteel ben ik alleen maar geïnteresseerd in meneer Vlasman. Prettig iemand ontmoeten die het aangename met het nuttige weet te verenigen. Hoe aangename? Nou, u en uw vrouw. Oh, mijn vrouw? Nou, die zal pas tevreden zijn als ik volledig tegen de muur sta. Ja, meneer Vlasman leeft in de abusieflijke veronderstelling dat zijn secretaresse hier is. Ach, en is dat zo? Nee, die is niet hier. Huh? Nee, die is niet hier. Die is... Zo. Nou ja, zoals u ziet, ze is niet hier. Ik begrijp niet wat hier allemaal gebeurd is sinds ik hier de laatste keer was. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ook niet. Ja, die secretaresse die schijnt terug te zijn gekomen om haar mantel te ruilen. Ach, nou, dan heeft ze hem geruild en is ze weer weggegaan. Nee, dat dacht ik ook. Maar uw compagnon zei dat ze hier absoluut niet geweest is. Ja, waarom zeg je dat nou niet, idioot? Ja, waarom zeg ik nu überhaupt toch iets, idioot? Kijk, daar moet het schoon. Daar moet het schoon. Ja, u moet het mijn compagnon maar niet kwalijk nemen. Hij heeft de laatste tijd onder nogal wat zware spanningen geleefd. Ja. Oh ja. Ja, zeker. Vooral psychisch. Psychisch, ja. Nou ja, u ziet het, hè. Ja, soms. Heel soms. Dan heeft hij aanvallen van... Nee. Waanzin! Niet doen! Niet doen! Wat parkeert toch iedereen? Maar dat weet ik niet, maar ik heb wel behoefte aan een borrel. Nee! Wat? Nee, niet! U drinkt niet, u bent geheel onthouwer. Wat, sinds wanneer? Sinds u niet meer drinkt. Nee, maar daarnet stond hij nog te drinken. Jawel, maar dat was aan een glas en dat telt niet. Ja, dat kan mij niks schelen. Ik heb gewoon behoefte aan een borrel. Zo. Juist! Iemand zo komen, hè? Zal ik jullie eens wat vertellen?
Volgens mij zijn jullie alle twee hartstikke gek. Oh, maar dat klopt hoor, dat zijn we hoor. Ja, dat komt door al dat bont, hè? Want ze zeggen wel eens, nou, die mensen die maken het bont, zijn wij. Mij interesseert maar één ding. Is mevrouw Van Dam hier geweest? Nee, wie? Alleen maar ja of nee? De Blom, wat neem jij? Nou, kies jij nou maar. Nou, neem ik ja, jij nee. Okay. Is hier geweest? Ja, natuurlijk is ze hier geweest. Maar ik ben er al zeker van dat ze met u weer is weggegaan. Nee, dat was een half uur geleden. We zijn naar dat café gelopen en toen besloot ze opeens die jas te ruilen. Ze liep meteen hier naartoe en dat is maar een paar honderd meter en nou... Excuseer me een ogenblik, ik ben zo terug. Ach, u heeft haar gezien. Nee, ik ga alleen maar even jullie vlaggenstok wat beter bekijken. Vlaggenstok? Er wappert een voor mij heel bekende vlag aan. Dat is haar jurk. Want jij kunt er ook geen genoeg van krijgen, hè? U moest eens weten wat ik allemaal meegemaakt heb in de tijd dat u weg was. Ik heb echt mijn best gedaan, hoor. Wat? Je best gedaan? Ja, je hebt jezelf overtroffen. Ik laat je hier alleen met één schamel geklede dame. En als ik terugkom, dan krioelt het ervan. Nee, nou overdrijft u een klein beetje, meneer Kleinburg. Zeg, wat ben jij eigenlijk van plan? Ga je ze verzamelen? En trouwens, hebben jullie dat telefoontje van mij niet gehad over Suus? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Nou, waarom heb je Molly dan niet weggewerkt? Ik was hard op weg, hoor. Ik had mevrouw Van Dam al zo ver dat ze de jurk uit had. Ja, dat heb ik net gezien, ja. Zeg, Blom, hoe heb je er zo ver gekregen? Ja, ik heb gedreigd het te zullen ontmaskeren. Ah, is geen slecht werk, Blom. Ik ben in ieder geval blij dat je een confrontatie tussen Piet Vrouwers en Maitres hebt weten te voorkomen. Nee, dat is me nou net niet gelukt, hè. Het onvermijdelijke is wel geschied. Wat? Ja. Je bedoelt dat zeiden ze elkaar? Zeg, en toch heb jij een ramp weten te voorkomen. Ja, ik dacht van wel. Ik heb namelijk net gedaan of mevrouw Van Dam een kennisje van me was. Wat een kennisje? Nou ja, mannen onder elkaar zeggen dan ook wel, scharreltje. Dat is uitstekend werk, Blom. Ja. Ah, ik moet zeggen dat je wel in je voordeel bent veranderd. Ja, goed, hè? Ja, je begint de ochtend als een vervelende droogstoppel. En nog voor sluitingstijd heb je een hele serie maitressen verzameld. Plus een aanzienlijke damesgarderobe. Ja, ik geloof ook dat het een hobby van me wordt. Kleiber, ja, een kleinigheidje. En dat ben ik eventjes vergeten te vertellen. Dat is? Ja, zeker meneer Van Dam is komen opdagen. Wat, meneer Van Dam? Ja, Van Dam. Dat is dus de man van mevrouw Van Dam. Gadverdelie, Blom. Zeg, en wat heb je gedaan? Nou, dat was eventjes een klein probleem. Die heb ik namelijk naar die melkbar hier om de hoek gestuurd. Ah, dat is uitstekend werk, Blom. Zeg, maar er is helemaal geen melkbar op de hoek. Ja. Dat is het hem juist. Ja, en ik had er nog wel een hele mooie naam voor bedacht. De droge uier. Eén ogenblikje, ik moet eventjes... Juffrouw Trip. Oh, portier. Kunt u Juffrouw Trip maar eventjes naar boven sturen? Dank u. Meneer Kleiber, voordat er iedereen terugkomt, vind ik dat de jonge dames aangekleed moeten worden en hier vandaan. Oh nee, het is uitstekend, Blom. Maar hoe? Nou, om te beginnen stel ik voor ons niet meer te bekommeren om details. Juist. Ja. Huh? Wat voor details? Nou, kleine geitjes zoals jurken en ondergoed en zo. Ik stel voor de jonge dames iedereen van onze langste lampjassen te geven, ze afzonderlijk in een taxi te plaatsen en het Heilige Kruis na te geven. Tja, simpeler kan het niet. U heeft mij geroepen, meneer Kleiber. Dat was ik, je vertelt maar.
Juffrouw Trippen, misschien kunt u eventjes naar beneden gaan naar mevrouw De Winter. Ik wil graag 2 lamsjassen hebben. Ja, zo lang mogelijk. Ja, en zo goedkoop mogelijk en zo stijl mogelijk. Meneer Blom. Ja, Juffrouw Trippen. Mag ik u iets zeggen? Ja, maar een beetje snel. Zoals u zich vandaag gedraagt, is bewonderenswaardig. Dank u wel, Juffrouw Trippen. Vandaag heeft u iets bij me losgemaakt. Hier. Nou, je gaat met sprongen vooruit, Blom. Dat was wel louter symbolisch bedoeld, hoor. Voor alles wat ik uitvreet om je uit de nesten te halen, hè? Ja. Over het paard getilde vlegel. Ik ga nu even zelf bij die mantels kijken. Blijft u maar even hier, in geval dat meneer Van Dam terugkomt. Zeg, wat terugkomt? Voor zijn vrouw bedoel ik, ja. En mocht meneer Vlasman terugkomen met die jurk van mevrouw Van Dam, ja, doet u me al hiervan niets weten. Uitstekend, Blom, van niets weten. En mocht mevrouw Kleiburg hier eerder boven zijn dan ik, dan mogen de hemel in wij staan. Is Piet weg? Ja. En jij moet ook zo snel mogelijk weg. Hierin? Nee. Maak je geen zorgen. Je krijgt een mantel tot aan je enkels. En mijn nestrines. Ja. En mijn sportwagentje. Ja, alles, liefje. Als je daar maar blijft, tot ik zeg dat alles veilig is. Ja? Hoi, meneer Klaarburg, als ik daar nog langer blijf, dan bevries ik hoor. Nee. Maak je geen zorgen. Je krijgt een schitterende mantel tot aan je enkels. In plaats van dat verwelkte konijn. Nou, vooruit. En nu alle 2 in jullie hok. En dan blijven jullie tot ik het startsein geef, tot ik roep. Alles oké, is dat begrepen? Alles oké. Rust. Ja, en als ik het goed speel, dan sla ik 2 vliegen in 1 klap. Oh, pardon. Ik zoek meneer Blom. Wie bent u? Kleiburg, ik heb een afschuwelijke morgen achter de rug. Ze hebben me van het kastje aan de muur gestuurd. Ah, dat is heel vervelend. Dat is bijzonder vervelend, ja. Wilt u al even zeggen dat ik er ben? Aan wie? Mijn vrouw natuurlijk. Uw vrouw? Ja, u heeft de boodschap toch zeker al ontvangen? Nou, ik kom haar halen. Ach, u komt uw vrouw halen. Ja. Ja, u heeft er geen idee van, want dan moet je... Nee, ik begrijp het, kaptein. U heeft natuurlijk de droge uier niet kunnen vinden. Wat lief? Nou, ik kan alles uitleggen, kaptein. Oh, dat is mooi. Nee, dat is helemaal niets. Oh, juist ja. Heeft u mijn vrouw die vervloekte mantel gegeven? Nee, kaptein. Ik ben voor een hele hoop dingen verantwoordelijk. Maar dat kunt u me niet aanwrijven. Hoe bedoelt u? Nou ja, ik heb uw vrouw vanmorgen pas voor het eerst ontmoet. En ik heb mijn handen thuis gehouden. Maar ik dacht wel... Ja. Wat een lekker ding, zeg. Ja. Mijn vrouw? Jazeker, kaptein. Wat een knuffeltje. Zeg, luister jij eens even, Kleiburg. Ik heb een uiterst vermoeiend half uurtje achter de rug. Bij de politie. Bij de politie? Ja, hoofdbureau. Maar kaptein, zo ernstig is het toch niet? Nou, zij vonden blijkbaar van wel, want het zal wel een rechtszaak worden. Ho, kaptein, dat mag onder geen beding. Ik kan u namelijk alles uitleggen, van A tot Z. Verdorie, ik wil alleen maar weten waar mijn vrouw is. Nou ja, die loopt hier rond in haar ondergoed. Oh. Ondergoed? Ja, inderdaad, kaptein. Ja, het was een idee van de heer Blom om haar jurk uit te trekken. Ja, niet mijn idee. Blom heeft haar jurk uitgetrokken? Inderdaad, kaptein. Nou ja, alleen maar om te lenen. Blom wilde de jurk van mijn vrouw lenen? Ja, precies, kaptein. Zeg, luister jij eens even, Kleiburg. Ik geloof dat jij beter bij het begin kunt beginnen. Ja, kijk, kaptein, als u de politie erbij wil betrekken... Ja. Dan moet ik u wel even opmerkzaam opmaken... dat deze firma Kleiburg en Blom hier part nog deel aan heeft. Dat is mooi. Kijk, het is namelijk allemaal begonnen met die jas. Ja, ik weet dat het begonnen is met een jas. Maar hoe kon het nou eindigen in haar ondergoed? Zo, u weet van die jas. Ja. En u weet ook van Piet. Piet? Meneer, Piet heeft uw vrouw misbruikt. Alle duivels. Ja, ik begrijp het dat het een hele klap voor u is, kaptein. En hoe? Nou zeg, ik dacht dat de vrouw daar zo zoetjes allemaal overheen was. Oh, kaptein. Kaptein, maakt u zich daar maar geen zorgen over, hoor. Uw vrouw die staat pas nog aan het begin van haar carrière. Zeg, Kleiburg. Kaptein, bakboord. Zeg, Kleiburg, luister eens even. Kleiburg,
vind jij het goed als ik er even mee ga zitten? Nou, het komt hard aan hoor, als je denkt dat het precies andersom is. Ja, ik verwijt het mezelf. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè, als je vaart. Ja, zeker, dan gaat het bijzonder goed. Oh, nee. Ik ben nog nooit over de schreef gegaan. Ik heb altijd redelijk goed gedragen. Ja. Nou ja, een enkel schuivertje af en toe, hè. En daarbij vergeten het vrouwtje thuis naar waarde te schatten, begrijp je wel? Maar kapitein, dat komt er wel vaker voor. Ja, slotverdorie. Kon ik die paradijselijke witte broodzweken wel opnieuw beleven. Maar kapitein, ja. Gaat uw gang. Hoe bedoelt u? Nou, u wilt uw schade toch inhalen? Alle donders als dat zou kunnen. Ja, maar natuurlijk, kapitein. Ga naar binnen. Pak haar stevig vast. En vooral niet laten afbluffen. Mag ik aan boord komen, schat? Meneer Kleiber, maak die borst maar nat. Uw vrouw is het aantocht, net te licht. Ik heb de trap genomen. Oh, die heeft natuurlijk alle kanten frutseltjes op bed gevonden. Ja, het zijn ons laatste probleem. We hadden ook ons grootste. Ja. Nou zeg, dat was een kort en ingewikkeld, maar verdomd plezierig gesprek. Oh, het is van je vrouw, ja? Ik heb geen tijd, Rinus. Suus, voordat je wat zegt, moet je wel bedenken dat we nu zo ongeveer een 12,5 jaar getrouwd zijn. En al die jaren heb je nog nooit zoiets liefs en attents voor me gedaan. Nee, ik kan alles uiten. Huh? Zeg, Suus. Suus, speel alsjeblieft geen spelletje met me. Wat bedoel je, lieverd? Nou, zeg wat je te zeggen hebt. Nou, dat heb ik er net gedaan. Oh ja? Nou, dan heb ik dat gemist. Ja, ik ook. Zou je het erg vinden om weer even naar buiten te gaan en dan komt u nog eens rustig terug? Zeg, Suus, wat je ook wil doen, doe dat rustig in aanwezigheid van onze dierbare vriend hier. Zoals je wilt. Nee. Simon, wat is er gebeurd? Ja, ze zoen nu. Ja, ik denk dat de schok te erg voor er is geweest. Ja, ik moet wel zeggen dat het een verrassing voor me was. Maar lieve schat, zo te zien ben je echt blij. Maar natuurlijk, schat. Zo is dat allemaal uitgestald op dat bed voor me. Oh. Alsof je je maîtresse verwachtte. In plaats van je vrouw. Oh nee, dat waren alleen maar kanten frutseltjes om je hartelijk welkom te heten. Maar u wist toch niet dat ze thuis zou komen? Suus, Arnold die bedoelde dat ik niet precies wist wanneer je thuis zou komen. Dat bedoelde je toch, hè, Arnold? Ja, zoiets wel. Zeg, Suus, ja. Ik begrijp alleen het hoekje in de flat ben misgelopen. Waar was je? Ik was er toch al die tijd? Oh, mijn lieve schat, ik heb je helemaal niet gezien. Ik zat in het bad om me wat op te frissen. Eerlijk gezegd, vroeg ik me af wat er met jou aan de hand was. Hoezo? Nou ja, ik hoorde je binnenkomen, de slaapkamer ingaan, gillen. En toen weer wegrollen. Ach, nee, ik weet het alweer. Waarom was dat? Wat bedoel je? Nou, ze bedoelt waarom u dat deed. Oh. Nou, ik slaakte de kreet, hè. Omdat ik iemand zag. Nee, ik had je bed verwacht met al die kleine kanten frutseltjes, maar ik zag helemaal niks. Het was dus een noodkreet. Ja, precies. Malle jongen, en dan heb ik nog niet eens wat gezegd van die beeldige beautycase. Oh, is de beautycase van Molly. Kijk dan toch eens, is het geen beeld? Ik heb geprobeerd hem open te krijgen, maar hij zit op slot. Zeg, daar kom ik goed weg. Wat zeg je? Huh? Oh, de sleutel, die is voet weg. Ha, wat jammer, want zo te voelen heb je nog veel meer verrassingen voor me. Waar heb je de sleutel gelaten, schat? Oh, die heb ik weggegooid. Weggegooid? Waarom? Nou, dat brengt je geluk. Hé, hey, dat hebben we nooit gehoord. Nee. Nou, hier, Rinus, hou eens vast. En kijk of een van mijn sleutels erop past. Oh. Oh.
Kleiburg. Ah, portier. Ach, werkelijk? Zeg, portier, dat is toch niks beschadigd, hoop ik, hè? Ah, nee, alleen zijn pet, maar... Wat? Smartengeld? Nee, daar komt niks meer. Blom, heb jij nog wat? Nee, ik zou niet weten, hoor, nee. Nee, hij zou het niet weten. Ja, dat was alles. Ik zei, dat was alles. Ja, alles oké. Ik zei, alles oké. Wat is hier aan de hand? Een roofoverval! Ik staan niet te zeggen, behoud die lamps als ze terug is. Direct, meneer Blom! Dat ene meisje daar, dat was jouw vriendinnetje. Ja, dat geloof ik ook. Ze kwam met de wagen. Ja, dat klopt. Hoe lang heeft ze erin gezeten? Oh, uren. Ja, want hoe lang geleden we die drankjes niet besteld hebben. Oh ja? En wie was dat andere meisje? Oh, dat was de middagploeg. Oh, wat? De portier waarschuwen. Ja, portier met gezwinde vaart komen de twee lamps als ze de trap afgehold en die moet u doorlaten. Maar mevrouw Kleiburg die komt met de lift, die moet u tegenhouden. Dus kortweg gezegd, klei binnen, lam buiten! Klei, Pieter is op weg naar boven, die heeft een jurk van de vloer. Ja, Pieter is op weg naar boven! Waarvoor stop jij eigenlijk voor? Je bent toch het vriendinnetje van Arnold? Nog steeds? Ja, absoluut. Ja. Waarom loop jij de weg voor mijn man? Ja, daar zit wel wat in. Ik weet niet, ik raak nogal gauw in de war. Ja, maar waarom zou zij zich moeten verstoppen voor uw man, terwijl ze er zelf eentje heeft, waarvoor ze zich eigenlijk zou moeten verstoppen? Ja, waarom zou ik... Mijn man? Willem? Is Willem hier geweest? Ja, zeker. Jong, oud, en goed gebouwd, en blond. Kaal, wat? Hé, hey, over wie hebben jullie het eigenlijk? Ja, dat is Wat doet een jurk van mevrouw Van Dam aan de vlaggenstok? Een jurk en een vlaggenstok? Wapperen! Ik eis een verklaring! Blom, zullen we dat spelen? Nou, kalm maar met een vleugje. Ja, hysterie. Mijn secretaresse loopt hier in uw zaak rond zonder kleren en ik wil weten waarom. Nou, ik vind zijn geïnteresseerdheid niet helemaal onverklaarbaar. U, meneer Kleiner? Nee, zeg alleszins. Ja. Dus u zegt dat uw secretaresse hier rondwaart in ontklede staat. Precies. Juist, ja. Nou, dan zouden wij haar toch gezien moeten hebben, nietwaar? Ja. Ik zou juffrouw Tripmaas eventjes bellen. Misschien heeft zij haar wel gezien, hè? Wat? Zonder jurk? Ze moet hier ergens boven zijn. Overweg u dan eens een blik op het balkon. Misschien wel in deze kamer. Ja? Kom dan maar uit. Nou? Dit is mijn vrouw. Hoe maakt u het? Aangenaam, mijn naam is Blom, hè? Nee. Wat doe jij hier, verdorie? Een jas uitzoeken. Hoe staat hij me? Geen flauwekul, vooruit mee naar huis. En daarna kom ik hier terug. Oma, vandaag sluit ik toevallig wat vroeger. Misschien sluiten jullie nog wel eerder dan je denkt. En als ik terugkom, dan mag je me wel een verrek goede verklaring geven. Oh, maar natuurlijk, meneer Vlasman. Een verklachte bij de heer Blom. Vooruit, mee naar huis. Pieter, doe nou niet zo vervelend. Ik ben nog niet eens begonnen. Trek die jas uit. En waarom nou? Omdat ik niets uit deze zaak wil hebben. Ach, dat is juist een voordelige aanbieding. Ja, uit het grote voordeelpak. Kan me niet schelen, uit. Maar ze heeft hem al betaald ook. Trek uit die jas. Piet, schatje, dat kan onmogelijk. Als ik zeg trek hem uit, dan bedoel ik trek hem uit. Ik weet niet wat je aan donderjagen bent geweest met die twee kerels. Maar als we... Geloof nooit dat we droog houden. Mijn vrouw, spiernaakt, onvoorstelbaar. Hij zegt onvoorstelbaar, maar hij zal het toch wel eens eerder zo gezien hebben. Vindt u het goed als ik even een borrel pak? Maar natuurlijk, gaat uw gang. Ik sla een hele flesje never in één teug naar binnen. Niet doen, Piet.
Als je dronken bent, wil je altijd vechten. Precies, dat wil ik ook. Ik wil erop los timmeren. Ik wil gek worden. Nou, foei, 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 foei. Ik ga deze hele zaak kort en klein slaan. Dank je. Allemachtig, wat doe jij daar? Zo, u kent elkaar. Of ik haar ken. Aangenaam kennis te maken, Evelien van Dam. Werkelijk? Ja, dat wou je toch weten? Ja! Je kent mevrouw van Dam? Ja. Oh. Vriendinnetje van meneer Blom. Van wie? Dat ging allemaal erg plotseling. Nou, we mogen wel zeggen zeer plotseling. Maar dat zult u toch wel prettig vinden, nietwaar? Waarom zou Piet dat prettig vinden? Nou, kijk mevrouw, als zij vriendinnetjes van meneer Blom, kan ze dat ook nog niet eens van een ander zijn. Daar zit wel wat in, schat. Ja, wat vindt u zo van de toestand? Welke toestand? Dat ik geen kleren aan heb. Oh ja! Nou, dan kan de beste toch wel eens overkomen. Ik weet niet hoeveel iedereen weet. Ik vind wel dat iedereen behoort te weten dat mevrouw Kleiburg op weg is naar boven. En ik heb tegen de portier gezegd haar tegen te houden. Maar dat heeft hij gedaan en ze heeft hem ontslagen. 80, 90, 100, 110, die werden weer gezien. Uw vrouw zit daar, weet u wel. Ja, Rens, voor wie verstop ik me eigenlijk? Nou, voor mijn vrouw. Ja, maar die ken ik helemaal niet. Nee, maar wij wel. Weg. Nee, niet hierin. Hier zit mijn vrouw spiernaam. Stop dan niet. Stop. Wat? En helemaal niet bij mijn secretaresse. We moeten toch ergens naartoe. Oh, daar komt ook een. Daar gaat daar onder. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Ze zullen de dag vervloeken dat ze tegen me gelogen hebben. Rinus! Arnold! Pieter! Nee! Laat maar nu af, man. En ik dacht dat ik je nooit meer zou terugzien. Het is pas 2 nachten geleden, maar het lijkt wel een lichtjaar. En we wisten niet eens van elkaar hoe we heten. We wisten genoeg, lieve passiebloem van me. Weet je wel, de maan boven de Middellandse Zee? Het zachte zand tussen onze tenen. Maar deze keer laat ik je nooit meer gaan. We hebben vanmiddag al wat spelletjes gezien, hè? Weet je hoe ze dit noemen? Spel zonder grenzen. Dat doet ze wel, dat doet ze wel. En wat moet ze dan met die enge Piet? Ja, en wat was u van plan te doen met de vrouw van enge Piet? Ja, maar zij doet het voor niks. Ja? Ik wil mijn 27.000 gulden terug. En Molly krijgt dan geen mantel? Oh nee, absoluut niet. Molly, Molly, je kunt tevoorschijn komen. Alles in orde? Picobello. Hier is de jurk van mevrouw van Dam. Kijk maar of die je past. Want we gaan er samen vandoor, schat. En krijg ik dan alles wat je me beloofd hebt? Reken maar. De net en de sportwagen? Nou ja, dat niet. Maar de rest wel. Dan zijn we weer net zo ver als toen we begonnen. Thank you.
doet me helemaal niks. Zeg, Blom. Blom, doet het jou wat? Mij niks. Van mijn part geldt ze net zo lang tot ze een kind krijgt. En als Suze en Piet me nou eens horen? Nou, die horen je niet, schat. Dat kan ik je wel verzekeren. Ik vind het heel vervelend om het je te vertellen. Maar jouw man en mijn vrouw, die zijn ontrouw. Alle twee? Ja. Met wie? Uw man met zijn vrouw. Dat kan niet. Ja, maar toch is het zo. Ja, maar we zijn 7 jaar getrouwd. Hoe kan iemand nou zoiets doen? Ach, dan kom je toch wel weer overheen, schat. Ja, ja, hij zelf had er net maar exact 10 seconden voor nodig. Van daar tot daar. Ik denk dat ik thuis even moet gaan liggen. Ja, doe dat. Ik ben zo bij je. Meneer Kleiber, waar had u gedacht elkaar te gaan troosten? Nou, Blom, ik had gedacht in de flat van Molly. Ja, maar Susan en Piet zouden daar wel eens kunnen zijn. Oh ja, dat is waar. Nou, dan in mijn flat. Susan en Piet zouden daar wel eens kunnen zijn. Daar zou je ook eens gelijk in kunnen hebben, hè. Kijk, maar juffrouw Tripma! Juffrouw Tripma, wat doet u nou? Een cadeautje van mevrouw Kleiber. Zo? En waarvoor? Zwerfgeld. En daar hoeft u niet eens een stoute meid voor te zijn. Ah, ze zegt dat wel. Moment, Blom. Ja, Kleiburg. Wat? En ik dacht dat hij ontslagen was. Nee. Ik kom onmiddellijk naar beneden. Waar gaat hij naartoe? Dat hoor je toch? Naar beneden. Ja, maar wat gaat hij dan doen? Naar de portier toe. Hij wil namelijk heel dit verhaal aan een roddelblaadje verkopen. Ik moet zeggen dat het hele gedoe vanmiddag een bijzondere frisse uitwerking heeft. Op mijn libido. Wat heerlijk om dat te horen. Hier, wat heb je? Meneer Blom. Dood, hè? Arnold. Wil jij? Wilt u tegen mijn man zeggen dat ik naar huis ben gegaan? Ja, hij was er net nog hier. En nee. Ga me nou niet vertellen dat ik er weer ben misgelopen. Zo komen we nooit in de haven van Rotterdam. Nou ja, ze kunnen toch het anker niet lichten zonder hem. Ze zullen toch op hem moeten wachten. Oh, als ze tenminste hemelsnaam maar weer geen bloedproef gaan afnemen. Nee, dan zouden ze de hele koopvaardij wel op kunnen leggen. Jane! Wat is dat heerlijk om jou weer te zien, Henriette. Cornelius, ja. Waar heb je nou toch gezeten? Je bent toch ook het bittere einde, hè? Het bittere einde? Geen woord meer, Henriette. Kom mee, de taxi staat voor. Maar we gaan toch niet met een taxi naar Rotterdam? Mijn schuit kan de pest krijgen. Wij gaan eerst naar huis. Naar huis? Ja, volle kracht vooruit. Het is de hoogste tijd. Hup. Wat wou u nu zeggen, meneer Blom? Oh ja, juffrouw Tripma. Dorothee, wil jij even gaan zitten? Is de bar al open? Mevrouw Van Dam, alles in orde? Uit de kunst, hoor. Mevrouw Van Dam, oh, dan toch? Oh, meneer Blom, ja. Ik vind u het eigenlijk. Ja, maar ik vind dat u langzamerhand naar huis toe moet, ja, hoor. Maar dat kan toch niet met alleen maar een jas aan? Oh, ja, ze heeft geen jurk meer. Ze mag de mijne wel. Oh, dat is een hele mooie trip, maar je van jurk. Ja. Meneer Blom. En jij even dit, doe het even, alsjeblieft. Oh, graag, met alle plezier zelfs. Zo, en trekt u dan eventjes die mantel uit, mevrouw Van Dam. Doet u maar en geneert u zich niet. Zo. Oh. Ja, komt u maar. U bent zo aangekleed en op weg naar huis. Zo, dat wordt dus eerst het linkerbeentje nummer 1. En het rechterbeentje nummer 2. Ik vind u de aardigste man die ik ooit gezien heb. Ja, hij is erg aardig. Ja. Ja, dat. De manier waarop u al de schouder beneemt. Crimineel, wat heeft die vent een tempo? Ja, dat vind ik ook. Ik heb het. Als u haar zo vasthoudt, dan probeer ik die rits naar boven te krijgen. Houdt u me even bij elkaar? Ja, dan gaat het even. Up! Even. Dorothee. Even tussen de haakjes. Maar weet je dat ik jou daar haast een huwelijk had gevraagd?
Nou, meneer Blom, ik moet zeggen dat ik niet erg enthousiast geworden ben voor de huwelijkse staat. Na alles wat ik gezien heb. Ja, maar ik ben niet zoals al die andere mannen. Dat moet hij zeggen. Ik blijf trouw tot mijn laatste ademsnik. Doe nou maar geen overhaaste beloftes, meneer Blom. Maar als antwoord op uw verzoek deel ik mee dat ik het graag aanneem. Oh, Dorothee! Zou ik jou een kus mogen geven? Jawel, Arno. Wat is hier aan de hand? Oh, niks aan de hand, meneer. Hij is alleen maar aan het inventariseren. Nee, een vergissing, meneer. Vergissing. Je moet mij niet overal achterna lopen. Meekomen jij! Als jij je zo gedraagt achter mijn rug, dan wordt het hoog tijd voor een wettelijke ingreep. Meneer Van Dalen, nou is er vandaag zoveel gebeurd, hè. Maar het woord echtscheiding is vandaag nog steeds niet gevallen, hoor. Wat? Hoor. Wie heeft het al gescheiden? Ik ga juist met haar trouwen. Oh, Wim? Hij... Ik word in 31. Kort. Nauwelijks de moeite waard om aan te trekken. Komt u maar mee naar mijn kantoor, dan zien we wat we eraan kunnen doen. Hoe lossen we dit op? Nou, ik dacht misschien een zakdoekje hier en daar. Arnold! Molly, schiet een beetje op, hè? Het is 2 uur en ik heb honger. 2 minuten, schat. Kom dan naar mijn huis, dan heb ik wel wat lekkers voor je. Meneer Kleiber. Ja, Blom. Is het daar wel veilig? Nou, laten we hopen van niet. Meneer Blom, ja. Heeft u mij nog nodig? Nee, dank u wel, mevrouw. Ja, nou, misschien kunt u daar nog heel eventjes opruimen als u wilt. Zeker, meneer Blom. Ja, Blom, hoeveel tijd zijn Molly dat nog had? 2 minuutjes. Juist, 2 minuten. Wat? 2 minuten? Nee. Nee, laat het vandaag er maar voor gezien houden, Blom. Dat lijkt mij het verstandigste, meneer Kleiber. Ik vind het erg verstandig van u. Blom! De klok, die is inderdaad de klok. Die is ontegenzeggelijk op slot, hè? Thank you.